Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja, een hele goede middag aan alle stoomvaste luisteraars. Mensen, mijn naam is Sing. Ik ga u een beetje bezig houden en bijpraten tot 1:05. En dan hou ik het voor gezien hoor. Het is vandaag zondag 9 oktober 2022. Zondag 9 oktober 2022. Een hele mooie nazomerse dag. Aan een koru, aan een warang. Het is echt heerlijk weer mensen buiten. Het is droog. Iedereen geniet van een terrasje buiten. Als je aankomt lopen bij Stoomvast, dan neem ik reclame gas aan hier. Restaurant, maar je ziet iedereen zo'n beetje een terrasje pakken. Heerlijk weer mensen. Maar ja, wij zitten binnen. En ja... we gaan het een beetje hebben over het nieuwswaardige in Suriname, wat zo'n beetje onze aandacht behoeft. Ja, waarover moet je het hebben? Er wordt veel gezegd in Suriname. En ja, te Lucasani, er is veel gezegd, maar ja, er is toch weer niks gezegd. Ik kan takkie, maar... Ja, mensen, wat heb je aan dat gepraat en dat soort dingen? Isabi, je schiet er niks mee op, hoor. En vooral if you know man, probeer je begrijp zij zijn in zijn naam, dan ja, is het een beetje vraag om moeilijkheden. Hè? Want ja, dan maak het takkelijk zang. Maar het gaat hem niet worden hoor, zeg ik je eerlijk. Maar het is moeilijk mensen. Je wordt overladen met zoveel berichten, zoveel programma's. En dat is aan allemaal kom, vis mijn microfoon, ik contact mijn los aan en dat soort dingen. Ja. De Surinamer raakt gewoon... aan mij las over zich. Aan mijn man begreep zij waar het over gaat. Want hij zei contact dat hij contact die zei. En het is heel triest. Ik heb een mooi bericht kunnen zien in Suriname. Het gaat om... je weet hier in Nederland dat de Mabi... een soort wedstrijdje, hè? Een programma Groot Dicté. Dan worden de mensen uitgenodigd en dan krijg je... Ik voorzien voor bij Gascoro, dat je vrouw het Nafisa klas leest van Sanigi, dan moet jij gaan opschrijven dan aan de hand daarvan. Dan, ja, hij controleert die grammatica, dan gaat hij schrijven. Nou, dat soort dingen worden in Suriname ook gehouden. Is heel mooi, maar wat zie je gebeuren? Die mevrouw zegt van, ja, als aan kom weer de heren, want ja, mensen zeggen van ja, ze willen niet komen, want ze schamen zich door mijn fouten. Nou, dus dat is heel triest dat hoor, Isabi. Want ja, als je geen fouten maakt, hoe ga je leren mensen? Je moet eerst fouten maken en van je fouten kunnen leren en daar op terugkijken, Isabi. Nee, die is er even dat jongen, ah, ik maak een fout, dus ik noem ik hem morgen. Maar als je niet durft, omdat ja... Isabi toch ononense na ulobi lafusma. Ja, dan zijn de rapen gaar hoor mensen. Maar het is heel triest hoor dat voor Lucas aan dat hij is mijn chef kom, want ja, de man was niet smaakconcept dat ja, die de best dat dicté en de mek fouten. En ja, dan vind ik dat ja, smaak af denk, maar het is een hele verknipte gedachtegang, jaren. Dus, ik hoop niet dat ze doorgaan met dit soort dingen, want ja, dan lasten mensen, want ja, dat moet je niet doen. Ja, maar, er is ook, vooral met betrekking tot onderwijs, wat mooi is, deze mevrouw Marie Levens blijft ons verrassen, mensen. Want, Asmarisi verteren we Sani. En ja, het is niet mooi om aan te horen hoor. En ja, waarover heb ik het? Ja, kijk, het gaat om die inheemse mensen. En die inheemse mensen, wat zij is komen te vertellen, is moeilijk hoor mensen. Weet u, want ja, het is een heel triest bericht hoor, moet je eerlijk zeggen. Er is een Indiaanse dorp in Suriname, Amatopo. En die meer aan Amatopo. Er is me iets blijven hangen over Amatopo.
En ja, toen ben ik gaan zoeken in Isabi archieven toch, dan hadden ze aan het in. En ja, kom je erachter van, oké, het is al eerder aangekaart. Alleen ja, we hebben het gewoon gelaten, nooit toe doen, want ze hadden geen 10 jaar lang. Maar wat blijkt, die mevrouw Marie Levens, Akon, tegen die kondre, dat je moet je luisteren. Ja, maar in die dorp. En voor het eerst in mijn gaskoro. En ja, de gemiddelde leeftijd van die kinderen is 14 jaar. Moet je nagaan, mensen. Dat moet ik hier. Uno sabi in zijn antibeta foyari. Fossi, minus af voor nooit, maar fossi. Met vierde jaar, de man bij bankje afrubel. Ja. Dat je moest gaskoro, want dan had je leerplicht. Oké. Maar de man die zei, die mannen hebben 10 jaar verloren. 10 jaar. Van school. Dus de mij beginnen aan 14-jarige leeftijd voor gascoro. En mensen, kijk nou, dat is een achterstand die je onmogelijk kan inhalen. En dan lukt je nooit, je kan doen zij wat niet. 14 jaar vreubel. Dat want dat je, je nog zou horen van pen. Ja, je nog maar horen van potlood. En ja, is dat fossie, vroeger dat ze de man bij doen, dan moet je gaan vouwen, met wat figuur, kleuren, binnen de lijnen, dan alles aan dat. Is heel triest, mensen. Ja, het is dit in Suriname is gebeurd. En ja, het is een verloren generatie hoor, wanneer je dit ziet. Want mitera sanie, kutaki zo aan. Boy of man meisje, 14 jaar. 10 jaar lager school, dan is die man 24 jaar. Dat want dat hij daar nog dubbeleren, daar nog thans doen. Is op dit tampokojantje toch? Dat man dat 24 jaar, dat maakt me op een score, maar dan een lager school. Geloof, gewoon lager onderwijs. Dat komt dat man zelf op tien, zodat man wang wel naar Milo, middelbaar school. Of als er op tien zou gaan naar verdekering HVO-VWO. Destijds, we hebben lyceum, gymnasium, VWO, ja, 6 jaar. Dus dan 24 jaar maak ik me op een lager school, plus nog 6 jaar. Dat je dan was er op wang, Isabi. Dan, ja, Amande, 30 jaar, dan pas is hij klaar met de middelbare school. Dat is rap op tien, zo aan Wangwa Universiteit. Het is 6 jaar, daar is die man 36 jaar. Als je iets kan dit, dat dubbeleert, dan moet je een beetje rekenen op 40 jaar. Dan mag Baf Universiteit. Oké, okay, ja, maar het maakt niet uit, hè, ja. Want ja, tegenwoordig, je weet toch een leven lang leren. Want als je niet dan leer je. Dan ga je achterraken, dan ja, haal je die achterstand ook niet. Want vooral met de moderne techniek. De man voor fossie, hoe bij type aan type machine, hoe kies computer. Heb je nog een volgende cursus computer? Van, ja, doe je dan type door naar een type machine? Ja, ik wens je veel succes. Dus, dan zijn dat de mij bedoel, na een leven lang studeren. Dan heb je de nieuwe gede, zei ik, ding, HP's, toestellen. Telkens weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe systemen. Ik kom. En ja, even in opvolging. Want ja, kijk naar mensen, administratie, nou, dat is dan dat alles. Je moet horen bij, nou zo. Je noemt aan, doe mee. Pe, fossi. Je bent tegen horen van vergaderingen, best dan een Zoom meeting. Hoe nooit, best dan dat die. We hadden nooit gedacht dat je. Telefoneren zou gratis zijn. Je kan in Rotterdam zitten. Je grab je telefoon. Je bel rechtstreeks naar Senang. Je bel rechtstreeks naar Azië. Gratis. Wie had dat ooit gedacht? Ja. Maar die dingen zijn werkelijkheid geworden. Het verdienmodel is niet dat telefoonkosten. Is iets heel anders. Ja, mensen. Tijden veranderen. Isabi. Maar tijd heeft stilgestaan bij deze mensen. En ja, deze mensen hebben het te danken aan de leiders die wij gekozen hebben. De leiders die we gekozen hebben.
Want je van leider vindt dat, ja, maar ja. Minafja, kennis en kunde, godapé, want het is niet aan hun besteed. Dan ga je dit soort dingen krijgen, dat je, ja. Mensen beginnen gaan scoren 14 jaar. Heel triest, ja. En dan, wat de katief komt, dan wacht je, dat je, ja, maar vooruitgang ook kon, ja, nou, mijn grap. Allemaal ben lafou. Ja, naderhand zijn we het gaan nuanceren. Dat je allemaal nog bij lafou vast aan dat iemand. Brunswijk ook. Dat ben je een soort. Een dom figuur hoor, laten we het eerlijk zeggen. Gewoon Brunswijk. Hij moest zich gaan scholen, maar hij heeft dat nagelaten. De Marieke, dat ja, hoe allemaal ook kan bij alles. Dat is de Biden diploma. Ja, maar. Dat is Soboto. Hij benoemt een Indiaanse man. In het parlement en die man heeft zijn medespeech gehouden en ja, het ging niet zoals het behoorde. Maar ja, wat moet je doen? If je hier is aan die ziet, dat ja, mensen beginnen pas met hun 14 jaar op de school te gaan. En je noemt, vergis je dan als aan die zei, dan ik reken sommetjes aan Mickey, 14 jaar, 10 jaar geloof, 24 jaar, dan pas ik moet op een lager onderwijs. Ja, dan moet je nog middelbaar school hebben. 6 jaar erbij, 30 jaar. De boes kon er, man. Ik kan er nog weer. De man dacht, oké, okay, hier. Wij studeren met een Boslandakte. Een Boslandakte, de karazan. Ja. Dat, de man kot, die gewoon zijn. Ja, die zin afleert dat hij, en zo, weet je. Gewoon, ja, iemand leest, schreef, zo, dat boom. Daar heb je een Boslandakte, daar. Ja. Met dat soort dingen wordt toegelaten tot de hoogste universiteiten. En die mannen halen het. Je moet niet vragen hoe, maar oké, okay, de meid door. Maar je ziet het niet terug in hun daden. Want ja, hier en ik kan studeer af met een Boslandakte naar Sani, van de universiteit. Maar je moet zien terug in jouw gemeenschappen. Dat ja, er komt vooruitgang daaruit voor. In Vieleke Brunswijk studeer af toch, quick gebruik, ja. Zijn afstudeerscriptie, maar ja, look in zijn lang, om me niet kwijt de mijn tang gebruik. Je zou zeggen, oké, koga granu de tegen, ja, anobaya baya diploma. Maar hij heeft er echt hard voor geknokt, jarenlang naar school gegaan, aan studeer af. Zijn scriptie ging over kwijt gebruik. Dan moet je het in de praktijk om gaan zetten, toch? Maar nee, zie je dat niet, aan ego. Sosoboto mensen. Maar, ik wil u meenemen naar dat bericht, is heel triest. Maar je in delen naar een kondre, want ja, met kondre sabi. We gaan luisteren mensen naar mevrouw Marie Levens, wat ze ons te vertellen had. En dan moet je maar zelf je conclusies trekken. De kinderen uit het dorp Amatopo gaan voor het eerst naar school. Volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het mooiste moment van dit schooljaar. In haar toespraak in het kader van de start van het nieuw schooljaar wees Levens erop dat ondanks enkele van de kinderen bijna 14 jaar zijn, zij nog nooit onderwijs hebben genoten. Daarom moeten jullie op school blijven. Ook al gaat het soms niet zo goed, blijf op school. Jouw schoolkameraad in Amatopo is al 14 jaar en gaat nu pas voor het eerst naar school. Naar de eerste klas van de lagere school. Ja, dat mag van mij. Hij is 14 en is heel knap. Hij vist, helpt jagen en helpt planten. Hij mag in onze school. Zij mogen in onze school. Alle jongens en meisjes van Amatopo. En zij zullen heel snel leren, want zij weten al heel veel. Nog mooier vind ik dat de kinderen die door hun ouders ver van huis naar Kwalamasamutu waren gestuurd om naar school te gaan, die zijn nu weer thuis bij hun ouders. De school is er voor iedereen die wilt leren. Ja mensen, het is goed dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. En, kijk hoor mensen, ik hoor een grommel. Ik vind het goed dat ze haar verantwoordelijkheid neemt. En dan, ja, deze kinderen tegemoet komt. Want ja, al is het te laat. Liever te laat dan nooit natuurlijk. Hè. Maar ja, is heel triest hoor.
je denkt dat wij dit hebben laten gebeuren met Surinamers die in Suriname woonachtig zijn. En ja, kijk nou mensen, je actie aftakje jongen, oké, maar dan van jouw bouwkonde op naar een bevolkingsgroep dat niet hoog opgeleid is. Ik heb je gezegd, Mieran en die zie Amatopokbaya, in Senang. En ja, ik ga het gewoon openlijk zeggen. Is dat mensen, mijn bradjari gevaarlijk, hè? Weet u, want ja. Daar man is bij de Foyari, 10 jaar geleden, ja. Anouam Tje Ingiboy bij de president, Ibo Rieke, dacht ja, maar kijk, hij zou dan een beetje positief gaan discrimineren. En mensen, is dat minder op de woord dat discrimineren is discrimineren, of het nou positief of negatief is. Maar, ik ben lang al aan hoe voor je, dat je tegen hem dat je ik kies maar ook als je dat ja, mooi hebt, man. Maar hij heeft het nagelaten hoor. Tide, nou, een trasma moest komen voor je. En over wie heb ik het? Ga maar luisteren. Want ja, we gaan het weer hebben over Amatopo. Dus in om denk je dat hij 10 jaar geleden dat man die zie kroon tot president, dat hij niet wist over Amatopo. We gaan luisteren mensen, dan trek uw eigen conclusies. En natuurlijk zijn de regels daar. En het eerste wat je vraagt aan die arme Indiaan die 1500 SRD betaalt om de stad te komen. Waar is uw waterrekening de laatste keer uw kennisgeving? Die man heeft geen water. Waar is uw de laatste rekening van EBS? Die man heeft geen licht. En als die man, in het Chakone kan je weggaan. Die man komt van me Amatopo, hij heeft nooit gehoord van EBS. Maar dit zijn de regels. En regels moeten er zijn, maar hoe gaan wij met regels om? Hier, Amatopo. Weet u, dus in om teken, uno taki, uno besabi, dat dit soort dingen zich afspeelden in Suriname. We wisten het. We stonden erbij en we keken ernaar. En we hebben er nooit wat aan gedaan. We hebben die mensen gewoon gelaten. En Tide, want trouwens, Dong, die moet jouw troep komen opruimen. En dat is heel kwalijk, want ja, deze mensen, hun achterstand valt niet zo makkelijk in te lopen. Het lukt niet. Alleen lukt in elkaar poering in een paar jaren. Snap je mensen? En het is moeilijk om programma's te maken om deze mensen te benaderen, te bereiken. Want wij hebben er baat bij, hè. Tano sabi, ik kan jij edegwe. Ik kan liggen, ik kan belasteren, ik kan bedonderen. En hij gaat het geloven, omdat ja, hij gaat ervan uit dat, ja, maar you gas koro. Ja, en die gas koro, ja, dan, wij vertrouwen in tapu. Taki, verrekaring, je zal het beter weten. Terwijl we hem gewoon bedonderen en belasteren. Daarom je ziet, deze protesten aan de Zandati. Je moet krikken. Het zijn meestal. En ja, mensen. Gekscherend en. Anominachtend, ja. Isabo gebruiken geweldige, mooie Nederlandse woorden. Laatdunkend. Naar alle de nonsens dat hij. Taxernaan tongen met kisma versan, joh. Isabi. Maar. Deze zijn protesten. Dan. Je kan lukken gewoon openlijk. Tak naar de plebs. Het gepeupel. De ketters en de papen voor elkaar de fossie. Ja, zo. Die worden ingezet en misbruikt. Waarom? Omdat, ja, die schoolopleiding. Ze begrijpen niet wat er gaande is. Ze begrijpen het niet. Daarom, Theo Jere, een vrouw die stak zo aan Sani. En Iera Sani, van, er is een president die op de hoogte is van mensen uit Amatopo. En 10 jaar er niks aan doet. 10 jaar lang aan het doen. Dan zeg ik, is heel triest hoor. Vreselijk triest dit. De kinderen uit het dorp Amatopo gaan voor het eerst naar school. Volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het mooiste moment van dit schooljaar. In haar toespraak in het kader van de start van het nieuw schooljaar wees Levens erop dat ondanks enkele van de kinderen bijna 14 jaar zijn, zij nog nooit onderwijs hebben genoten. Daarom moeten jullie op school blijven. Ook al gaat het soms niet zo goed. Blijf op school. Jouw schoolkameraad in Amatopo is al 14 jaar en gaat nu pas voor het eerst naar school. Naar de eerste klas van de lagere school. Ja, dat mag van mij. Hij is 14 en is heel knap. Hij vist,
helpt jagen en helpt planten. Hij mag in onze school. Zij mogen in onze school. Alle jongens en meisjes van Amatopo. En zij zullen heel snel leren, want zij weten al heel veel. Nog mooier vind ik dat de kinderen die door hun ouders ver van huis naar Kwalamasamutu waren gestuurd om naar school te gaan, die zijn nu weer thuis bij hun ouders. De school is er voor iedereen die wilt leren. Ja mensen, heel erg, moet je eerlijk zeggen. Weet u, het is... Al is het te laat, het is hun gegund hoor, Isabé. En ja, dan... Ja, ik herhaal het voor je, zodat je weet. Weet u, dat die nog kortijk is, maar dat die nog sabé. Er zijn de regels daar. En het eerste wat je vraagt aan die arme Indiaan die 1500 SRD betaalt om de stad te komen. Waar is uw waterrekening de laatste keer, uw kennisgeving? Die man heeft geen water. Waar is uw, de laatste rekening van EBS? Die man heeft geen licht. En als die man, oh, in het Chakone kan je weggaan. Die man komt van me Amatopo, hij heeft nooit gehoord van EBS. Maar dit zijn de regels. En regels moeten er zijn, maar hoe gaan wij met regels om? Ja, vraag het maar jezelf. Hoe ben je met de regels omgegaan? Want ja, in Suriname zijn er ook regels toch van, ja, iedereen krijgt gezondheidszorg, onderwijs en dat soort dingen. Hoe zijn wij omgegaan met het recht van deze mensen op onderwijs? Ja. Je had 10 jaar lang met het scepter gezwaaid. En ja, wanneer nog wanneer wat biefskrijf in tapie kon te horen. Sorry, weet je, dat jij hier zo medeschuldig aan bent. Weet u mensen, het is triest, het is niet anders. Maar ja, dit is Suriname. En dit is het Suriname waarin wij leven. En ja, het... is moeilijk voor mensen, zeg ik je eerlijk. Want ja, dit is... je gunt dit je ergste vijand niet, hè. Dat je mensen onweten in onwetendheid laat. Dat vind ik een... Ik vind dat niet kunnen. Ja, ik vind dat... eigenlijk is het een schending van deze mensen hun rechten. Dat wij dit hebben toegelaten in Suriname. En ja, wij moeten ons vreselijk diep schamen hoor. Teluka Sandisi, Taki Udu Somansani. Dat we... En we zaten erbij, we keken ernaar. Maar nooit toe Doansan, nooit toe op hem of acht. Ja, laat maar gaan, Isabi. Weet je, dat is heel erg vervelend. En dan, wanneer je dit ding hoort... ja, dan... In een moment schrik je, want ja, dit is Suriname. Ga maar luisteren. Ik had het over dat ding van die dictator. Weet je, we gaan luisteren. Ze zijn waarschijnlijk bang om mee te doen met het journalistendicté. Tot deze conclusie komt Neerlandicus Renate Sluisdom, die gisteravond een dicté voor journalisten in Suriname organiseerde. De taaldeskundige stelt dat de meeste deelnemers bij het dicté boven de 60 jaar waren. Ik denk dat ze bang zijn om fouten te maken. Ik denk dat ze zich schamen. Trouwens, sommige mensen hebben dat ook gezegd in de aanloop ernaartoe. Ja. Normaal, ik ga te veel fouten maken. Ik vind het heel jammer. Ik denk dat er een andere wind moet gaan waaien onder jonge Surinamers. Dan niet eens per se onder journalisten of zo. Maar jonge mensen moeten, aangemoedigd worden om dit soort dingen, aan dit soort dingen deel te nemen en fouten proberen te durven te maken. Sluisdal merkt verder op dat het organiseren van het dicté niet gemakkelijk was. Ze heeft zich behoorlijk moeten inzetten om zaken gedaan te krijgen en staat er dan ook niet op te springen deze wederom te organiseren. Allerlei dingen in Suriname gaan niet door, gaan te laat door, lukt niet. Voor deze energie, eerlijk gezegd, doe ik het niet meer. Maar het was wel een hele gezellige avond, een hele leuke avond. Alle mensen die er waren, hebben de hoop uitgesproken dat het in ieder geval volgend jaar weer wordt gedaan.
Dus als ik mezelf de garantie kan geven dat het wat vlotter kan verlopen, dan wil ik het graag nog een keer organiseren. Ja, mensen, heel triest. Maar hier is Riffy, ja, de man vrede, want ja, de is af van ons naar maar dit toch wel lafou. Is abi ulobi drigi trouwens, maar ja, je moet goed bij jezelf te raden gaan en te kijken dat ja, zo mijn drigi zo maar. Ja, maar ja, ze zijn bang om fouten te maken, want dit is maar laf de naar is heel pijnlijk dit. Ja, en dit is abi toch journalisten, we noemen ze de vierde macht. We zitten altijd op ze te fitten, ja, maar. Die journalist in Suriname, de man van Verveer, ze stellen geen goede vragen. Dus dat die Isabel, wie zijn wij? Wie zijn wij om dat te doen, mensen? Ja. Iedereen heeft een bepaald niveau. En ja, je kan niet boven je niveau overstijgen, toch? Of wat je niet hebt, ja, kan je nooit aanbieden aan iemand anders. Want je hebt het niet. Dat moeten we gaan accepteren. Ja. Maar, je weet. Wij moeten het schuld bij onszelf zoeken. We wisten het. Ja. We zaten erbij, we keken ernaar en we hebben het gewoon gelaten. Tiede. Oké, pluimpje af voor die mevrouw Marie Levens. Dat ze zegt van, nou man, wie is dat man die stappen? 14 jaar bang. Koging, agrani, mekama, vierip, tjinsjes aan naar skoro. En ja, hoe sabi, dat je ooit tjinsje moeilijk dan heen. Maar ja, liever te laat dan nooit, mensen. Liever te laat dan nooit. Over die journalisten, mensen, ik zeg je toch, kijk, je weet toch, er zijn drie machten. Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Maar sommige landen zeggen, ja, de ambtenaren zijn de vierde macht. Maar wij zeggen altijd, de journalisten, dat noemen wij de vierde macht. Waarom? Omdat, ja, journalistiek heeft een hele... zware taak op zich. Want naast de rechterlijke macht, dan zijn het de journalisten die de bevolking. Ze hebben een informerende taak, maar ook een heel belangrijke, een corrigerende taak. Want je maar schrijft een stuk met informatie en je neemt er aanstoot aan, dan zei ze. Dan kan je twee dingen doen. Dacht, ja, die was aan het zo jaren. Ja. Hoe neemt verander niks. Wat we jarenlang hebben gedaan. Maar je kan er ook aanstoot aan nemen. Dat je dacht, oké, ik heb het niet zo gezien. Dank je voor die informatie. Ik ga eraan werken. En ik ga het aanpassen. Ja. Okay. Dat is ook een manier van hoe je naar zaken kijkt. Maar ja. Als. Net als die Indiaanse. Jongens en meisjes, die tieners, minotijtak na sosoboto. Het is onze schuld als je geen goede scholing hebt gehad. Maar je bent wel journalist. Ja. Ineetik wang, een paar tientjes dego bij een microfoon. Neetak, ja, ik ben journalist. Nee, journalistiek is naar school gaan, leren. Hoe je onderzoek moet verrichten. Hoe je dingen moet vergelijken. Ja? Het is moeilijk, mensen. Het is vreselijk moeilijk. Maar dit is Suriname. En dit is wat wij van Suriname hebben gemaakt. Niemand anders. Je kan niemand anders de schuld geven. Wij Surinamers hebben dingen laten liggen. En ja... Nasari Tori. Maar het is niet anders. Isabi, want ja... Even hoe ben ik ook verantwoord toe? Ja, dat was niet de bedoeling, mensen. Oké, we gaan verder. Ja, even hoe ben ik ook verantwoord toe? En hoe ben ik zorgogi toesani in Senan onderwijs? En... Goed onderwijs en gezondheidszorg. Daar had je een bevolkingsgroep dat hoog opgeleid was. En dat je dan goede gezondheidszorg aan die mensen had. En dan had je ook mensen die gezond waren. Die
Even hoor mensen, dat zijn die ze ververen, jongen, even. Want dit, Kira zijn die zeggen. Hey. Oké. Okay. Goed zo, ik ben helemaal van me af. Ja, twee dingen mensen, gezondheidszorg, onderwijs. Dat zijn de hoofdtaken van zo'n staat. Inoka abi wans masansiki, want dan kan deze persoon zich niet inzetten voor de opbouw, ontwikkeling van jouw land. Dus gezondheidszorg, nou een belangrijk sani. Maar daarnaast onderwijs. Ja, if you man working on amara, in man working on troffel. Want velen van ons denken, dat je hier nog kijkt. Wij moeten omgemek plein, zo naar mogen ontwerpen plein. Nee, je gaat dat niet kunnen. Schoenmaker, hou je bij je lees. Wat je kan, daar moet je op gaan voortbouwen en dan later ga je het uitbreiden. Ja? If you man plan wat manja bon, brada, dat we plan manja bon. Ja, dat we zeer manja. En dan ga je, naarmate je verder gaat, dan je go. Lek fossie toch oculeren, enten, en alle deze aan dat. Hoe beleer deze aan dat? Zo brei je uit. Ja. Je gaat je mogelijkheden inzetten en steeds uitbreiden. Maar als je begint, jongen, dat wou, doe dit, doe dat, en dan maar ja, je hebt een bevolking die niet voldoet aan de vereisten om de zaken die jij wil gaan doen. Ja, dat van jou doe dan. En nee, voldoe. De manol, kisa opleiding. En ja, ik moet niet liegen. Nu zet Suriname massaal in op technisch onderwijs, hè, mensen. Want ja, hier, kijk, zo'n Indiase jongen. Je nog aan zijn naam mango toch. Dat hij bijna 40 jaar dan pas aan mag moppen voor universiteit. En dan, ik weet niet in Suriname hoe het is, maar vroeger mee best heb ik dat hij. Ubekara zijn tropenjaren, tropenjaren, omdat je time de tropen, dus is het leven zwaarder. Vandaar dat men zei tropenjaren en die jaren telden mee, dubbel. Maar 55 jaar, de man bij Tapu, dan gaan we ook. Dus ja, tamar is de 40 jaar, heb je dan onderwijs aan hem besteed. Dan je krijgt als, je kiest like Lanti, 15 jaar kennis van deze man terug. Is te weinig mensen aan elkaar. Isabi, hierzo heeft men het anders gedaan. Ja. Iedereen heeft leerplicht vanaf voorjaar je gascorrere. Owe je gemeente. Wij kennen die zaken van leerplichtambtenaren die opgeschreven zitten met kinderen van ouders die weigeren. Die man, ach, ze nemen het niet zo nauw. Ja. Dan krijgen ze een boete, ze worden beboet hierzo. Dat is het probleem. Ja. De regering. Serieus, ik dacht, ja, maar ja, kijk nou, even ouder die zien nou, abi, ook toescholing, en ook kiezing, dan ja, moet je ook een beetje rekening houden met haar of hem, dat ja, nou, sap ze naar scoren. Dan, hoe ga je dat overdragen aan je kind? Je sabi toch, mensen, ouders dragen hun kennis over aan hun kinderen, maar if je zelf nog kiezen scoren, van jou giep ching, dan, scoren. Ja. Van jou je hebt naar huiswerk. Van jou lees je, look in rapport. Van jou doe dit en dat. Een kind heeft begeleiding nodig. Ja, zo 8 uur per dag door de school. En de resterende 16 uur ben je thuis. En ja, je gaat naar de sportclub. Je gaat naar dit en dat. Ja, tussen die 16 uur dat je dan buiten school zit. Dan moet je zo zien dat je ja, op die sportclub wordt je ook begeleid en onderwezen. Dus dat hele maatschappij en dat systeem zit zo in elkaar dat je blijft leren. De hele dag door. Want in ons krijg je ja zo een, in je 20er jaren hier zo. Heb je gewoon studenten die afgestudeerd zijn. En dan moet je nagaan 65 jaar toch. Dus zo'n land heeft dan geïnvesteerd in jou, in onderwijs. Maar dat theorieke koetak 25 jaar. Dan moet je rekenen op bijna 40 jaar. Dat je zolang de staat gaat 40 jaar gebruik maken van de kennis van jou. Die
deze staat aan jou heeft kunnen bieden. Je sabi toch? Dus de man zit die score ook hier. Vanaf voorjaar je gaat scoren, je leert, je slaagt, je troon is aan niet. Contact gemiddeld 25 jaar. Nou, 65 jaar de man dat hier kan tapo. Vanaf 25 kom je 65. Kijk hoeveel jaren men gaat trekken aan jou. Ja? En dat systeem, daarom te de kondre die zegt go vooruit. Je noemt kosting, je noemt benijding. Je moet er aannemen en je moet kijken hoe zij hun land hebben gestructureerd. Daaruit moet je putten en moet je ook gaan doen. Maar ja, het gaat niet mensen in Suriname, want wij hebben onze leiders die kijken gewoon naar hun eigen belang. En ja, het algemeen belang, dat laten we gewoon liggen. Vandaar dat je ziet dat hij workman in Senang, ambtenaar, kijk maar, is een hele moeilijk iets daar zo. Er zitten mensen daar zo. En dat ook kan kosteren. Dat ja, maar ze zijn onbeschoft. Ze zitten daar, ze weten niet wat ze doen. Ja. De man Yang. En ik heb u gezegd, ambtenaar in Suriname. Moet je je gewoon vergelijken met bijstandsterkers. Ik meen hier allemaal minister. Ik kan je tegen. Dat ja, maar ja. Ambtenaren hebben een beschikking. Ze hebben een salaris. Maar ze hebben geen werkplek. Daarvan dan. Voor mij is het een hele rare combinatie. Want je vindt een werkplek, maar je hebt een beschikking. Je bent ambtenaar, je bent aangenomen en je hebt een salaris. Maar wat is de tegenprestatie? Ja, una presi geen vast doen voor presteert daarbij. Maar dat zijn de geen salaris dan. Ik weet niet. Het ligt aan mij, zeg ik je eerlijk. Maar dit soort dingen. Aan Euroko nami. Aan Euroko. Maar goed, is Suriname. Vele van ons, ik laag het ook als Senang, en dan kom je deze gasten tegen. En ja, het is een minderwaardigheidscomplex, hè mensen. Complex, moet je mij horen. Complex. Ja, is een soort vorm van minderwaardigheidscomplex. If you suck a mop of, ja zo, dat ik als Senang, zet hem ook door. Hé, hier in arrogantie, hè. Je wordt arrogantie verweten, terwijl nee, het is niet zo. Het is gewoon omdat zij, hij of zij in Suriname, niet de juiste onderwijs heeft kunnen genieten. En wij wel. En wij hebben er ook van gebruik gemaakt. Isabi, Janine Nieland, andere koek. Ik ging je net vertellen, leerplichtambtenaar, dat je mensen een boete moet geven om ze aan te sporen. Voor Senip Chinga score. Maar ja, if you no kiezen voor je Senip Chinga score, is dat je hem niet deed toch? Maar die ben je aan het dringen. Dus ja, zij is pangas score. Maar het is niet zo. Ja. Je moet ambitieus zijn in het leven. En je moet ervoor zorgen dat ja, daar waar jij steek hebt laten vallen, je moet je kind zodanig stimuleren dat je Chino make this and that. En ja, dat kan je alleen doen met onderwijs. Ja. Je kan dan, een leerplichtambtenaar kan naar zo'n smaam boete. Maar je moet ook rekening houden dat ja, wat er niet is, moet je niet gaan zoeken bij zo iemand. Anode. Dus je moet andere ja, maatregelen gaan treffen, zodat zo'n kind niet in het oude vervalt van die ouders, maar dat je ze weghaalt en probeert om te scholen, zodat zij wel verder kunnen gaan. Maar het is een hele moeilijke materie, mensen. Isabi. Ik heb je gezegd, 14 jaar, die mevrouw Marie Levens, je heer en want er een president, 10 jaar lang, nooit aan man, steken geen vinger uit naar zijn mensen. Dan ben ik haar schriftje Ingi Boy. En het resultaat, dictee, nou, nee, kom aan. Dat moet lafoen. Want ja, we maken fouten. Heel triest. Isabi, maar dat is de naakte waarheid. En daarom, TJC bepaalde berichten. Ik kom voor in Suriname. Dan ga je op dat punt stuiten. Taki jongen, zei Sadja jongen. Isabi, want ja, Asandi zie een moeilijk tjinsoer. Isabi, want ja, het is... Oene, begrijp
Hoe neem begrijp zij staan in zijn naam? En ja, mensen is willen dit toch? Want ja, te je ziet een berichtje komt, dan je wil het hoe heet het? Je leest een bericht of je arka bericht en dan ja, je mensen, even, heel even hoor. Ja, want dat is Sandy zo. Ja, mensen, ik ben weer terug. Ja, even sorry voor die onderbreking. Maar ja, ik ben er. Ja, oké. Even kijken, waar was ik weer? Ja, je krijgt berichten vanuit Suriname. Door dezezelfde journalisten, zei Broeiap Tjunso. En ja, je kan dat ding niet plaatsen. Hoe kan je het niet plaatsen? Wat? Hoe bedoel je? Ja, ik heb een heel mooi bericht gelezen. Mensen, Credit Suisse, Credit Suisse. Sana Credit Suisse, baka, ja. Yeah. Je moet naar Matopo gaan, die actie van Sana Mantak. Je moet Sana Credit Suisse. Ja, ik wens jou veel geluk. Maar dan, je leest een bericht, je arka bericht, wat er de wereld in wordt gezonden door de media in Suriname. En je kan er geen tong aan vastknopen. Ja, even wachten hoor mensen. Staatsoliedirecteur, meneer Jagisser. Ja, is die van mij mensen? ABC. ABC? Oké. Hij praat over Credit Suisse. Sana Credit Suisse mensen, kijk nou. Je weet in Zwitserland staat bekend om zijn Zwitserse banken. Iedereen, ik heb er niet daarbij. Credit Suisse, nou een bank, die werkt met allerlei dictaturen, dictators, die mij voor aan Monifa volk, die mij Tjaringo stalen, Isabi. Die mij kieper de money, want ja, bankgeheim. Maar je weet toch, Zwitserland is geen Europees land, mensen. De Noani, de Noani, Servië, maar is wel omringd door Europa, want al die landen om Zwitserland, ja, het is niet goed om te lachen, mensen, maar die was aan dat die. Zwitserland is omringd door Europese landen. Dat van jou doe. Die kan zeggen, ja, maar ik ben een neutraal land en ik wil geen deel zijn van de Europese Unie. Oké, maar de man, ik hoor in die dan, al jouw grenzen, ja, maar moet je luisteren, als jij naar Duitsland wil, dat vandaan. Als je naar, van de Karin, Italië wil, vandaan, want ik ben wel een Europees land. Dus ze hebben het moeilijk. En een tijdje terug, dat de man kan gaan niet, dat hij, van de Karin, hier, wanneer nu, wanneer. In Europa hebben wij regels en wij volgen de wereld. Wij hebben gezegd, kijk, een bank heeft bankgeheim, ja, tot een bepaalde hoogte. Maar het moment dat de bankgeheim inhoudt dat jij malversaties en verboden handelingen met jouw bank pleegt, dan houdt dat geheimhoudingsplicht op. Ja? Dus Credit Suisse, je hebt nog een ander hoor in Zwitserland, UBS, no? Weet mensen. Die mannen raken in moeilijk vaarwater. De Europese Unie heeft ze destijds ook op de vingers getikt. En een flinke boete moesten ze betalen. Amerika ook, omdat ja, de mannen hoorden naar de regels, hè, mensen. Dus deze land als Suriname, de man vind ik valkboontakkie, jongen. Hey, goede zaak nog, Isabel. Dus Suriname heeft enorm veel zaken met Credit Suisse gedaan. In een ander programma ga ik jou dat jou dat laten beluisteren en dan ga ik je laten zien wat ik bedoel met al die zaken. Want vele leerlingen van Suriname die gesloten zijn door meneer Hoefdraad lopen via de Credit Suisse. Ik heb je gezegd, Afrikaanse dictators, die waren welkom om hun geld daar zo te komen zetten. Maar dat bank is nu in moeilijk vaarwater gekomen en ja,
Minotak, het staat om op omvallen, maar ze hebben grote verliezen geleden. En ja, als je grote verliezen leidt, dan ja, is dat allemaal een probleem, mensen. Ja. Ze waren in Suriname. Ze hebben een gesprek gehad. En die meneer Jagisser van Staatsolie, die doet ook veel zaken met Credit Suisse. Ja. Er zit een luchtje aan, mensen. Maar je zegt, dan vertel ik toch onderwijs. Je kiest zo'n bericht en niemand weet wat er hier gezegd wordt. En wat je eigenlijk met dit bericht aan moet. Maar ik wil u meenemen om te gaan beluisteren wat deze meneer Jagisser van Staatsolie gezegd heeft. Ja. Oh ja, ik moet je eerlijk bekennen, Lukuno. Stamvaste is bezig om een heel nieuw systeem te installeren met betrekking tot WhatsApp. Ja, want ja. Je ziet, ik word een beetje vervelend voor mij, ja, weet je. Maar mensen gaan je benaderen om te vragen, hey, Jereno, Takwansani, Isabi, want ja, we sturen app naar de standaard en je wil reageren, maar het lukt niet. Maar laat mij dat zeggen, Stamvast is druk bezig om een hele nieuwe systeem te installeren, mensen, voor die WhatsApp, weet u. En ik wil u vragen om geduld, dus je kan ons niet bereiken via de WhatsApp ook. Ja, dus die ziet dat meneer reageert met zijn bericht. Jongens, heeft zang aan die jongen. Ja, het is niet dat het, ik het niet wil. Het is onmacht. Ja. En wij hier zo gaan een heel mooi nieuwe systeem krijgen. Dus mensen, betekent je zo door, dan kunnen we weer converseren met elkaar. Ja. Dat van dat telefoontje daarnet. Ik heb jou toegezegd. Ik ga het even lezen, dan ga ik er een reactie op geven. Nospamiserivi. Nobel memoro toe, Isabel, want ja, ik zit in een live uitzending. Dus nog moeilijk. Maar dat is even privé, mensen. Goed zo. Dus, wat de WhatsApp betreft, er wordt aan gewerkt. En ja, gun die mannen de tijd om dat ding in orde te maken. Zodat wij geen technisch op een hoog niveau zitten met betrekking tot alles hier binnen het studio, Isabel. Het is heerlijk voor een persoon om Icon of Isdong gebruik Aladdin techniek dat voorhanden ligt. En ja, je kan je programma verzorgen. Zonder enige vorm van storing of noem maar op na de sanatie. Dus hier bij Stamvaste worden die dingen, zaken grondig aangepakt, mensen. Dus ja, gun ons even de tijd. En dan gaan we een hele mooie nieuwe systeem krijgen met betrekking tot WhatsApp. En communicatiemiddelen naar onze luisteraars toe. Ja? Dus het is niet zo dat deze man bericht die mij ja, reageert dat man tak, ja, mijn dok, Isabel, mijn dok niet goed. Oké, ik keer terug mensen naar de actualiteit van de dag. Ja, oké. Okay. Je hebt gezien toch onderwijs, moeilijk in Suriname, we hebben het laten liggen. Je krijgt bericht in Suriname, maar nooit dan een bericht. Ja, maar wat moet je ermee? Seipsadja, sana sandati, hoe moet je het interpreteren? Ik heb je verteld over Credit Suisse. Het is een bank die nogal veel zaken heeft gedaan met Suriname. Ik ga een programma maken, ga ik het stuk voor stuk uitrafelen voor je alle leningen waarbij Credit Suisse betrokken is. Het is nu in moeilijk vaarwater gekomen. En Suriname is een grote klant van hun. Ja, oké. Okay. Meneer Jagisser heeft iets gezegd. Wie is meneer Jagisser? Ja, is dat toch mensen? Hoe leiden ze? Jagisser, Bisisser, Parmisser. Maar goed, ja. We gaan luisteren naar meneer Jagisser. Meneer Jagisser is directeur van Staatsolie. Ja, hij heeft het stokje overgenomen van meneer Elias. Ja? We gaan luisteren naar meneer Jagisser wat hij ons te vertellen heeft. Jammer, we hopen niet dat ze... We zijn bezocht door die delegatie natuurlijk ook. Ik denk, als wij geld hadden bij Credit Suisse en ze gaan over de kop, dan zou ik me zorgen maken. Maar zij hebben geld bij ons. Ik kom ertussen, want hij zegt, ja, jammer. Isabi. If uno ba money na de bank, dan bom brokomi edere. Bom brokomi edek vallen. Dus deze man wil jou doen laten geloven
Zij is bang aan credit checks. Heeft de man fadong, met de man fadong. Hoe na money dat bij? Uno, kibirino wat money er, na credit checks. Mensen, is het zo? Ik weet het niet of het zo is. Ja. Mino sabi? Ja, agetlik of miserefi. Ja, mopo amatopo. Maar hij zegt iets en ja, ik begrijp er niks van hoor. Ja. Ja, maar we hopen niet dat ze... We zijn bezocht door die delegatie natuurlijk ook. Ik denk, als wij geld hadden bij Credit Suisse en ze gaan over de kop, dan zou ik me zorgen maken. Ja, en die mevrouw lag. Ja, als wij geld hadden bij Credit Suisse, dan zou ik me zorgen maken. Ja, oké, okay, dus dat wil zeggen, Surinamers hebben geen geld gestald bij Credit Suisse. Ik weet het niet, mensen, of het zo is. Maar we gaan doorluisteren naar meneer Jagisser. Maar zij hebben geld bij ons, dus ja, ik zie daar niet direct een issue in. We hebben dus een lening bij ze uitstaan. Er zijn ook andere banken die ready zijn om die leningen eventueel over te nemen. Maar contractueel kunnen ze de leningen niet zomaar opzeggen, al gaan ze over de kop. Dus het is niet prettig, maar het is zoals het is. En we hebben geen exposure hieraan. Wat bedoelt u daarmee? Dat ik zeg, wij hebben geen geld bij Credit Suisse. Oh. Als wij geld hadden bij Credit Suisse en ze gaan failliet, dan gaan we om ons geld moeten vechten. Zij hebben ons geld geleend, dus hun geld is bij ons. Maar waarom zijn ze op bezoek geweest in Suriname? Dat vind ik een geweldige vraag. Ja, waarom maak je druk? Zij de Credit Suisse, tikke money, boek one ticket, pay een luchtvaartmaatschappij, maar die man komt als ze lang. Zij de, dat is goed van deze mevrouw, Isabi. TUC, een journalist, en actie zo'n sani, dan sta ik erachter, ja. Ik sta erachter. Takia, dat is een prachtige vraag om aan hem te stellen. Hier in de mensen, even, mangen junabi financiële. Er zijn geen financiële consequenties. Dan waarom ga ik mijn tijd en moeite aan jou besteden? Kolas meeting. Dat is de hele issue. We gaan luisteren wat hij te zeggen had daarop. Ze hebben een strategische heroriëntatie waarbij ze eigenlijk hadden gezegd dat ze uit Suriname zouden vertrekken. Ze hadden dus dan ook met ons afgesproken dat ze zouden proberen de lening die ze bij ons hebben uitstaan aan andere, langzamerhand aan andere banken te verkopen. Ze zijn in dat proces. Maar het lijkt alsof ze toch proberen om toch te kijken of ze in Suriname kunnen blijven. En daarmee heeft ze een bezoek te maken. Dat bezoek heeft niet ermee te maken dat ze al die verhalen over hun, dat ze over de kop dreigen te raken. Ze hebben ons daarover geïnformeerd, maar het bezoek is primair gericht erop om te kijken of ze toch in Suriname kunnen blijven. Want hun heroriëntatie heeft, volgens mij hebben ze daarin besloten om niet meer in derde wereldlanden te opereren. Maar u begrijpt, de leiding daar verandert ook regelmatig en de inzichten veranderen. Dus men is nog aan het verkennen of men toch in Suriname kan blijven. Suriname voor de toekomst voor elke bank interessant is. Dat is... Ja mensen, goed zo. Ja. Maar, ik blijf je zeggen, van ja, moet je luisteren, meneer Jagisser, die vertelt het, leuk en aardig hoor, maar, don't beat around the bush, meneer Briebing, Isabi. Maar ja, hij zegt dat Surinamers, una money dape. Dus ja, Unespan, we hebben wel een lening. En ja, moet je luisteren, even vallen, om dat boom. Nou ja, jouw lening. Als ik niet wil dat jij mijn lening verkoopt. Want ja, mensen, kijk nou, jij kan dat in een contract vaststellen. Hè? Dat nee, kijk, ik ben een lening met jou aangegaan. Je kan mijn schulden niet doorverkopen, Minoana Sandati. Ik hoop dat een Surinamer zo slim is geweest, omdat in die... leenovereenkomsten zetten, maar Youssef Faye, dat toch, als je geld gaat lenen, ben je in een minder bedeelde positie, want ja, lenje koleni, dus ja, dan ben je afhankelijk van de grieven van de lener, Isabi. Ja, je kent dat ding toch, the one that lends become the slave of the lender, no? Ja, if you go lend money, dan ja, slaaf vertrouwen, want ja... Ja, kan breken maken wat hij wil met jou. Maar ik hoop dat ze daar in die leenovereenkomst
een clausule hebben opgenomen. Dat ze zeggen, ja, maar ja, je kan mijn schuld niet zomaar doorverkopen. Wat zijn dat overeengekomen? Maar focus, laten we dat plaatje van Credit Suisse niet zomaar, ja, laten we niet zomaar eroverheen stappen. Kijk nou, er is nog een klein berichtje hierover verschenen. En zodra je ziet dat mensen in Suriname angstvallig, ja, en onthouden, ja, want hij heeft gezegd, ja, maar hoe is bang? Want hoe nabij je money, hoe nog kieber je money daarbij, sanieren, na, Credit Suisse. Ja, maar wanneer je ziet dat mensen angstvallig berichten, je sabi toch, zei ze, ineens zo zie je een groepje blanke mannen met handcase naar Suriname komen, dan alle journalisten, alle mij toch, hé, zo maar, want de jongens zijn mij kunnen doen. Je weet, je gaat door de Custom Service vast aan dat die jongen, Marusashi, je moet door de grensbewaking heen. De grensbewaking in Afkoskofara, Krosno-Pridbradi, Sanderij. Ja, mensen. Je hebt Sadape. Ja, maar ambtenaar. Tiki paspoort, lezen. Allemaal gaan. Iets meer aan de man, jongens. Weet je, zo. Je kan het niet geheim houden. Maar nu, als regering, moet je met een reactie komen, toch? Dat, ja, journalisten, actie, dat, hey. Hoe zat dat de man is, jongens? Dat de man kon doen, jongen. Ja. En dan krijg je dat ding, onderwijs mensen. Wanneer jij niet goed kan analyseren wat deze mensen zijn komen doen, wie ze zijn, waarom ze komen, dan heb je een probleem. En dan gaat de regering jou misbruiken door vertering van alles. Ja? Een ander berichtje met betrekking tot het bezoek van Credit Suisse aan Suriname. We gaan luisteren mensen. Santoki heeft hier een ontmoeting met een delegatie van Credit Suisse financieringsmogelijkheden met deze Zwitserse financiële instelling besproken. De delegatie is op dinsdag 5 oktober 2022 op het kabinet van de president ontvangen. Ja, en mensen, bronvermelding, dit is STVS, ja, van Suriname. Ja. Oké, dus die mannen zijn ook naar de eerste resident van mijn oom, want ik bewoner van zo, je kies probleem dan de maf, amatopo, dan de ingi. Hij heeft niet de eerste bewoner van Suriname. Maar ja, een president is niets anders dan hetzelfde voor mensen. Die basan dat die, we gaan kijken. Die mensen zijn dan geweest en wat is de inhoud van het bericht dat naar buiten komt? President Santoki heeft de delegatie daarbij geïnformeerd over het IMF-programma dat in Suriname wordt uitgevoerd met het oog op economisch herstel. Verder heeft hij ook een uiteenzetting gegeven van de moeilijke periode die de Surinaamse samenleving momenteel meemaakt. In het verlengde hiervan heeft het staatshoofd ook gevraagd in hoeverre de organisatie een rol van betekenis kan spelen in het schuldherschikkingsprogramma van Suriname. Hij heeft de delegatie gevraagd hem ook te informeren over mogelijkheden voor het herfinancieren van schulden die passen binnen het raamwerk van het IMF-programma. President Santoki voegde eraan toe dat elke investeringsbank die Suriname gedurende deze uitdagende periode wenst te ondersteunen, welkom is. Het staatshoofd is verder ook ingegaan op de ontwikkelingen betreffende Surinames offshore olie- en gasindustrie. Ja mensen, dat komt er naar buiten. Ik vind het maar Larry Koekor, sorry. Isabel, ja. Maar het hangt van de persoon af. If you want to be de Sandici, weet je dat, ja. Heeft ze verteld over de, hoe je dat denkt, IMF-programma. IMF-programma in Suriname is gestopt. Is gewoon gestopt. Surinamers ga je dat nooit willen zeggen, maar het is gestopt. Want ja, wat zeg je? Je gaat heronderhandelen. Ja. Is dat mooie reclame? Dat je niet in staat bent geweest om een IMF-programma uit te voeren? Ja. Je begint ermee en dan. Je stopt ineens, ja, want ja. Oké, goed. Aboom. Weet je, dan is er een goede reden om niet verder te gaan. Maar ja. Jouw economie, nou, dat is dan dat, die gaat in de slop raken. En dan moet je de IMF niet de schuld geven. Je moet de regering de schuld geven. Ja, en
De erfenis natuurlijk in elkaar draaien. Travassin, ja, je hebt een bepaalde erfenis overgenomen. Het is zo. Ik kan er niks aan veranderen. Maar, Credit Suisse mensen, ik vond het leuk dat deze meneer dit ding zei. En mom, ik hier in bakken, want ja, ik ga je tot vervelens toe. Want ik heb mijn bedenkingen dat hij zegt van ja, maar hoe is het van Credit Suisse? Want ja, hoe nog kieberie money daarbij? Ja, hoe nog kieberie money naar Credit Suisse? Dus ik wil dat het kwartje valt, die arki meneer aan een jagisser bakken, ja, wat hij zegt. Ja, maar we hopen niet dat ze, we zijn bezocht door die delegatie natuurlijk ook. Ik denk, als wij geld hadden bij Credit Suisse en ze gaan over de kop, dan zou ik me zorgen maken. Maar zij... Ja, als wij geld hadden bij Credit Suisse en ze gaan over de kop, dan zou ik me zorgen maken. Maar mensen, Jereno, heeft Suriname geen geld bij Credit Suisse? Dat is een hele mooie vraag hoor, vind ik, Isabel, want ja... klopt dat wat meneer Jagisser zegt van staatsolie? Ik wil toch het fijne van weten. Want ja, eren nou mensen. Hij zegt Surinamers hebben geen geld bij staats... hoe is dat ding? Verklaring, Credit Suisse. Uno kibrimoni da pera in Afspang. Ja, zei me kiedruk jong. Mensen... Dat is de million dollar question. Ja? Heeft Suriname en hebben Surinamers geen geld bewaard op Zwitserse banken, met name Credit Suisse? Isabi. Maar, minimaal tegenheren, afvraagt dat hij. Iemand weet het antwoord daarop. Iemand weet het antwoord daarop. Ja? Of ze namen kibrimoni of niet. Ja. Ja, mensen, hier en al. Eigenlijk, ze naar mij doen doen. Want ja, kijk, minogo actie van man kwam al als moeten aan mijn topo. Dat ga ik niet doen. Het is niet vernederend naar hun toe bedoeld. No, kwit kwit. Maar ja, wie ze naar man? De man sap van zijn hier en al, mensen. Hoe vergeet je nou? Panama Papers. Panama Papers, mensen. Ja, zijn er Panama Papers, ja. Kijk nou, er is een tijdje informatie uitgelekt en gedeeld op een site, Wikileaks. Wikileaks, mensen, oké. Okay. Ja, mooi zo, maar dat van hem. Ja, wat heeft dit dan met Credit Suisse te maken? Ja, het ging om Credit Suisse. En... mensen over de hele wereld die gelden hadden, de maat put de money, Isabi, bij deze banken. En deze banken, ja, waar de hele wereld vraagt en zegt van, ja, maar hoe kom je aan dat geld? De herkomst van dat geld. In Afspang, je tjaring kopotja. Yo, ben welkom. Is het bloedgeld? Geen probleem. De dictators, Isab Desani en Saipsa in Afrika, toch mensen. Is het zwart geld? Geen probleem. Ja? Is het drugsgeld? No worries. Je bent klant hier. We rollen de rode lopen voor jou. Dat was Panama Papers. Dat is mijn kong. Panya, heer Tori. Vele landen hebben hun mensen aangepakt. Ze hebben flinke boetes gehad. Omdat, ja, je moet het... altijd doorgeven aan de staat, dat ja, moet je luisteren, ik heb een bankrekening daar en er zit zoveel geld op. En dan zeg ik van ja, ja, maar je hebt toch bankgeheim, ja. Maar tot op een bepaalde hoogte is er een sprake van bankgeheim. Maar, ja, omdat ik rondom Europese landen zit, ben ik ook afhankelijk, want if they ma isoleer me, mi faciere, dan facie, dus ja. Ik moet een beetje gaan bewegen. Maar de Panama Papers heeft iets naar voren gebracht. Want ja, Isabi, toch mensen, elk land is gaan kijken van, hé, wacht, ik ga naar mijn land kijken en wie die personen zijn die daar geld hebben gestald bij zo'n bank. Oké, okay. Suriname is ook geen genoemd.
Ja, er zijn 6 namen genoemd. Met naam en toenaam is die man Patrick Penu ook genoemd, dat hij geld heeft gestationeerd daar zo, bij zo'n bank. Er zijn nog andere namen hoor, maar sommige zijn met initiale namen. Maar het is breed uitgemeten in de pers, dus anno, het is geen nieuws nu, het is geen breaking news. Nou, sabe, asan bede dape, juno be sab taka bede. Ja, oké. Maar daarom temi jere taka man, die zet taka san tak jongen, hé. Fawaka jongen, una moni da pere. Una moni. Dan heb ik zo mijn twijfelsoort dat je, of meneer Jagisser, de waarheid spreekt of niet. Want ja, ik ga u meenemen. Dan moet je kijken of dat ding van Panama Papers klopt of niet. Dat er Surinamers ook genoemd zijn. En dan in combinatie met Zwitserse banken. En ja, mensen, laat me eerlijk zeggen, Zwitserland nou op 10 konden, ze hebben geen duizenden banken. UBS, na Credit Suisse, twee smaken. Ja, die UBS is al op de vingers getikt en een flinke boete gehad ook. Credit Suisse ook. Maar nu zie je dat bij Credit Suisse er nog meer dingen gaan spelen. Maar bij hun, de Credit Suisse, dat was wereldbekend. Zodra je iemand aan mijn man pleeg van staatsgreep, aan mijn dag hier en dan, Isabi takia tire me na president, maar mi plieg van staatsgreep, maar ja, dadelijk want er wij kon die boer mee, en ja, dan mi wan mi money, dan mi loe, dan ma mi inkomsten. Dus ik kan kiebra money. Dus die mannen jatten gewoon dat geld van het land, en mijn potent dat we, ja, oké. Meneer Jagisser heeft gezegd, we hebben daar geen geld, dus hoe een spouwservie. Ja. Ik weet wat hij gaat zeggen, want de man die ziet er dit taxa niet, dat hij bereid is voor. Dat ik, ja, nee, maar ik had het over staatsolie. Ja, oké, de president komt. Een hele weerwar verhaal over IMF-programma's, zij want het doen, dies, dat. Luister nou. Mensen, noem ik iets met jij, ik denk, IMF-programma in Suriname is gestopt. Want wanneer je gaat heronderhandelen, dat want taki, ja. Deze programma die we hebben afgesproken, ik ga het niet na kunnen leven, dus we stop. Ja toch, nou, dus in rechten kan ik dan zeggen tegen jou, ja, maar IMF-programma stop. Ja. Dus al die nonsens die naar buiten komt, dat hij dat gezegd heeft, dit gezegd, is niet aan mij besteed. Bij mij gaat het erom van die meneer Jagisser van Staatsolie heeft gezegd, wij hebben geen geld, oké, Staatsolie misschien niet, maar hoe zit het met andere Surinamers dan? Ja, hoe zit het met meneer Jagisser zelf? Heeft hij geen geld daar gezet? Ik weet het niet hoor mensen. Ik weet wel dat via de Panama Papers, dat er Surinamers zijn die daar wel geld hebben. Wel degelijk geld hebben. En ik suggereer niks, hè. Maar ik wil u toch meenemen. Want iemand die vroeger de touwtjes in handen had. Abe sabi sabipsa. Lik Amatovo. Hij stond erbij. Hij keek ernaar. Hij wist het. Maar nu doe niks. Ja, zelfde vraag wat ik stel. Heeft meneer Jagisser misschien geld daar zo gezet? Deze man had de touwtjes in handen. Hij stond erbij, keek ernaar en heeft niks gedaan. Heeft hij misschien ook geld daar zo gezet? Vandaar dat hij zegt, ja, maar ja. Ik heb u net verteld over die dictators die wanneer er uitwijkmogelijkheden moeten zijn, dan ja, moeten we uno pina wan minogo horko na mabi moni. Ja, laten we gaan luisteren wat hij ons te vertellen heeft. Dan moet u maar uw eigen conclusies trekken. We gaan luisteren naar deze meneer en hij gaat ons iets vertellen over geld zetten op Zwitserse banken. Wij doen nog NV1. Mevrouw de voorzitter, ik wil een wedervraag stellen hier. Oké, okay, er is een vraag gesteld aan deze man, maar hij zegt hier nou, volgens mij beantwoord dat vraag, wil ik een wedervraag stellen. Misschien voor een actie van Sani, Samen actie, kakai jesi sa wan actie, arki, Credit Suisse, we gaan luisteren.
Ik vraag me hoe lang velen van ons hier zijn in de politiek. Houd u vast. Ik vraag me af hoeveel concessies zijn afgegeven aan Surinamers. Ik vraag me af hoeveel Surinamers een dermate inventiviteit aan de dag hebben gelegd om niet hun NV te verkopen aan het buitenland en met hun geld naar Zwitserland, Fuji, waarin niks van af weet, maar het zodanig te investeren dat de concessie waar u nooit iets van af weet, nu over honderden miljoenen kunt beschikken als land. Dat is de hamvraag. Is een hele mooie vraag. En I rest my case. Deze man is destijds de president geweest, ex-president. Ja. En hij heeft deze vraag gesteld van Jerenus Sanaman concessie. De mijn Sera concessie. En dan zei ik zie. De mij te gaan monitje gokopoti. Naar Zwitserse banken. En onnulik kondre wel lassie. Ja. Is toch een prachtige vraag die hij stelt. Weet u mensen? Ja. Dus wanneer meneer Jack Gisser dat ding zegt van ja, meneer ik me druk want toen naam niet dat. Oké, dat kan. Misschien hij niet. Ja, misschien hij wel. En ja, je weet toch, mensen raken in paniek toch mensen, weet je. Oké. Maar ik zeg, kijk nou. Asandis is wereldwijd bekend. En Panama Papers, mensen, Panama Papers. Kolokonotje zo. Opoi Brixi. Noem ik iets met jij, Edigwe. Ja? Oké. Hebben Surinamers geen geld gezet op Zwitserse banken? Met name Credit Suisse. Ja? Ga maar luisteren weer naar deze man wat hij zegt. Ga erin. Sorry. De NV1 kwam, de vraag NV1 kwam van het Waidu. Waidu nog? NV1. Mevrouw de voorzitter, ik wil een wedervraag stellen hier. Ik vraag me hoe lang velen van ons hier zijn in de politiek. Houd u vast. Ik vraag me af hoeveel concessies zijn afgegeven aan Surinamers. Ik vraag me af hoeveel Surinamers een dermate inventiviteit aan de dag hebben gelegd om niet hun NV te verkopen aan het buitenland en met hun geld naar Zwitserland, Fuji, waarin niks van af weet, maar het zodanig te investeren dat de concessie waar u nooit iets van af weet, nu over honderden miljoenen kunt beschikken als land. Dat is de hamvraag. Goed zo. Ja. Vandaag zijn ze in Suriname. En ik vraag me af van, hey, moet je luisteren, kijk nou, hoe zit het eigenlijk, jongen? Zijn er geen Surinamers in Suriname die hun geld daar zo wel degelijk hebben gezet? En ja, die in paniek raken. Paniek, mensen. Ja. En ja, deze mensen komen om te zeggen van, hey, zij is pas mezelf, jongen, noem ik je druk. Of ja, het kan ook anders zijn. Dat je hier nog maar... Sorry, risico van het vak. Ja, geld is weg, want ja, we gaan omvallen. Ja. Ja. En deze bank is niet gek op mensen. Want dat is Sabita hier. Nou, kijk, wanneer jij, if you prefer no, voor contact, hey, dan ga ik een rechtszaak beginnen, jongen, tegen jou. Weet je, dan gaat die bank achterover zitten. De bank gaat gewoon lachen en zeggen, dat, ja, ik zie het graag tegemoet, kom maar op. Weet je, want dan ga jij jezelf exposen toch mensen. Ja, maar ja, je hebt jarenlang niks gezegd. En nu ineens zo kom je naar buiten. Ja, maar ik had daar geld gezegd. Hoe kom je aan dat geld? Ja, dan heb je een probleem hoor mensen.
Jij hebt een vreselijk probleem. Ja, maar dan is het zwart geld. Je hebt nooit belasting betaald. Dus, a bank die zie, en dat doen, en sabi, voer small as money. En ja, met de huidige financiële regels vandaag, rond de wereld, ja, zit deze bank in een riante positie. A bank die zie, mibri kisi, alla de man die zie. Sabi, denk dat de kibri money. Ja, want je nog kan kador zee, je nog kan begin een rechtszaak, die begin een rechtszaak, dan gaan ze jou aanklagen, jouw land gaat jou aanklagen. Tak ja, maar heren, je had ons moeten zeggen. Tak je, jongen, ik heb er niet meer bij, want ja. Dus, je nog, kot die eigen vinger. Dus mensen, let op dit ding. En laat het niet zomaar onbetuigd, want ja, nou zo, ja, heb je een groot probleem hoor, Isabel. Want ja, meneer Jagisser kan het mooi zeggen, maar ja, het is, je moet dat ding niet voor zoete koek nemen, mensen. Isabi, je moet me kiezen met jij en ik wil, want ja, ik kan het jammer, wel. Jammer, we hopen niet dat ze, we zijn bezocht door die delegatie natuurlijk ook. Ik denk, als wij geld hadden bij Credit Suisse en ze gaan over de kop, dan zou ik me zorgen maken. Maar zij hebben geld bij ons, dus ja, ik zie daar niet direct een issue in. Ja, ik hoop het voor hem, weet je. Maar ik denk, als je Bouterse moet geloven, dan zie je van ja, er zijn wel degelijk Surinamers die hun geld daar zo hebben gezet. En ja, mensen, hierin, fa yo do, ja. Je gaat het verkaring en je gaat enorme problemen krijgen hoor, hiermee. Maar, time will tell. Isabi toch? Als een man is bij op takasambisi, time will tell. Ja. Het is moeilijk, mensen. Het is vreselijk moeilijk. Ik wou nog iets anders met jullie delen. Er gebeurt iets hè, met de douane in Suriname, want je sabit toch, de concessie, die is aan de ceremonie. De douane is helemaal in de war geraakt, hè, mensen, weet je. Wat bedoel ik daarmee dat de douane in de war is geraakt? Kijk, je weet toch, corruptie gaat via jouw grenzen. Dan, meneer bedoelt corruptie binnensland, dat is nationaal, maar grensoverschrijdend. Ja. Dan heb je een haven. Wat voor haven? Je hebt twee haven, luchthaven, dan, zeehaven toch? Ja. Want de haven die zie, Jules het niet haven, waar de douane zit, die zit in de problemen, mensen. Oké, okay, mooi. Ja, even kijken hoor, waar ik ben. Ja, moet dingen niet, oké, okay. We hebben het gehad hierover. Ai. Dus, een van deze havens waar de douane zit, het is, die mannen zijn in paniek geraakt, want ja, ik had u vorige keer al gezegd, minimaal begrepen als aan die voorzitter, jongen. Er is een conceptwet naar de Kamer, het parlement gestuurd. De Kamer, dat is hier, maar Suriname is parlement. Parlement. En ik leg de nadruk op concept, dat, want er gaat nog van alles veranderen in het wet hoor. Ja. Maar je ziet iedereen in paniek raken in Suriname, en vooral met name de douane. Want ja, Tim Lucas aan dat, dan dacht ik, oké. Wij zijn in douane, die, ja, de man last inkomen. En dan wat voor inkomen? Ik bedoel, geen salaris voor mensen. Ja, corruptie, money. We kennen dat ding van die 100 containers. Dan heeft hij de, ja, een Chinese vrouw. Gee een adres op, Chinese ambassade. Daar woon ik, daar is dat bedrijf gevestigd. Ja, dan ben je uitgesproken. Dan zijn 100 containers gewoon niet vatbaar voor beslag, want ja, het is eigendom van de ambassade. Even je potie adres, dat betekent toch mensen.
krijg je te maken met State Immunity Act. Ik weet niet, als ik het in eerste instantie zo zie, dan zeg ik, het is een onderzoek waard. Maar ja, in Suriname gaan we niet onderzoeken. Concessie, mensen, houd concessie. Ja. Ik moet u eerlijk zeggen, conceptwet, om de macht van de douane te beperken, ik ga ervoor. Ik sta er 100% achter. Maar, u sabit toch, deze mensen zijn zodanig vastgeroest. Ze zijn zodanig corrupt. Je no kan poering naar de ano. Want de man tak me last bereden. Ja, maar je bereden aan corruptie. Je bereden aan salaris. Ja, maar normaal libi van salaris. En aan wani libi toe van salaris. Ja, daar ben je uitgesproken. Ja, heel erg dit. Maar ja, mensen. Wat ik zo erger vind, is van oké, die mannen laten zich bijstaan door twee advocaten. De ene mevrouw Serena Esset, ja. En de andere mevrouw Van Dijk Silos. Dan denk ik bij mezelf, jong, oké, Van Dijk Silos, douane. Fawaka, jongen. Als wij hier in de studio zitten en we weten dat de douane corrupt is. En kijk nou mensen, want ze man niet begrijpt hoe nu. Toen ik me op Nederland, Idoro Sanderij, die koffer, want douane is het toch. Vele van ons krijgen hoop ellende met het. Code eerlijk. Ja. If je gwe, nou want douane is tjaki. Ja. Die koffer, ja. Eigenlijk, te je gwe, naar de ontvangende staat, je check je koffer naar de zandertie. Maar goed, in Suriname, de mij check je ook toe, ze hebben het recht, want je gaat mijn grenzen passeren. Weet je. Maar wij worden vaak mee opgeschreven met deze douane. En we weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Ja? We blijven zo bakker mensen die een beetje arrogant doen. Isabel. Maar ik begrijp, en dan ik ga mevrouw Serena Esset niet besparen. Maar ja, je bent advocaat toch in een conceptwet. Dan moet je die mensen toch uitleggen dat ja, oké, goed, ik corrigeer je, maar ja, het is een concept. We laten dat voor wat het is. Maar die mevrouw Van Dijk Silos, daar heb ik moeite mee. En waarom? Maar voordat ik je dat ga zeggen, wil ik dat u gaat luisteren wat zij te zeggen had en waar het over gaat. Hè? Want ja, alom paniek, man. Vakbondsleider, alles wordt erin gezet. Ja. Deze conceptwet moet geen doorgang plaatsvinden. Het moet teruggehaald worden. Advocaten staan er geheel achter, ja. Minus abere, isabi, maar co-architunzo. De Federatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA, en de Confederatie voor Organisatie van Landsdienaren, de COL, hebben vandaag ondersteuning gegeven aan de Douanebond, Dienst der Belastingen en de Bond Ontvanger van Invoerrechten en Accijnzen. Tijdens een spoed algemene ledenvergadering is naar voren gekomen dat de conceptwet Belastingautoriteit Suriname teruggedraaid moet worden. De COL-voorzitter Hugo Blanker heeft tijdens zijn toespraak de leden nader uitleg gegeven over de werking van de conceptwet op de leden van diverse bonden. Laat er een moment komen dat wij ons gaan afvragen van wat houdt een autoriteit voor ons in. En gek dat deze moderne regering, dit moderne ministerie, dat men verzuimt te praten over missie en visie. En hoe komt dat tot stand? Dat komt tot stand in overleg, de gedachtenbotsing van iedereen. De belastingen regadeert in ieder. Jennifer Van Dijk Silos, een van de juristen die de bonden rechtshulp biedt, heeft de leden voorgehouden hoe belangrijk wetten zijn voor ons land. Verder ging ze ook in op de werking van de comptabiliteitswet en de conceptwet belasting. Zie ik goed dat die comptabiliteitswet wordt gepasseerd. Dat is het eerste wat ik heb gezien. Dat betekent, en het is ook zo, de comptabiliteitswet gaat geen rol meer hebben. Omdat de autoriteit de ontvanger is, de inspecteur is, het geld dat geïnd wordt, zal niet vloeien naar staatskas.
Nergens heeft die wet waarborgen gemaakt hiervoor. Nergens heeft die wet aangegeven wat het innen betekent. De voorzitter van de douanebond, Joyce de Vlucht, legt uit dat de bonden niet tegen de hervormingsplannen zijn. Volgens haar is het belangrijk dat de hervormingsplannen een goede werking moeten hebben in de toekomst. Zo'n enorm transformatieproces te ondergaan, is het zeer belangrijk alle actoren hierbij te betrekken. En bovenal de belangenbehartigingsorganisaties. De input van alle actoren is zeer belangrijk om te komen tot een goed product naar tevredenheid. Ja mensen, ik hoop niet dat de regering ze uitnodigt hoor. Want ja, kijk, deze mensen hebben al een hele tijd achter de rug om te bewijzen dat ze geen malversaties plegen en dat ze niet corrupt zijn. Ja. Het is klaar nu, afgelopen. Je moet geen zaken meer doen met de douane. Jij bent aan het roer. Jij gaat beleid bepalen. En als je vindt dat er autoriteit moet komen ter vervanging van diensten van de douane, dan is dat zo. En dan moeten ze maar gaan inbinden en zich daaraan aanpassen. Want ja, al jaren horen we dat de staat veel geld verliest. Ja, dan houdt het op mensen. Ik keer terug naar die mevrouw van Dijkzulos, want ze zit daar als advocaat. Dan vraag ik me één ding af. Oké, mevrouw Dizzy. Eigenlijk de aanleiding om tot een ander systeem te komen bij de Belastingdienst is de NRA-test in Suriname, toch? National Risk Assessment. Ja? En wie was de persoon die Boutersen had aangewezen om dat onderzoek te doen, dat was toch deze mevrouw van Dijkzulos. Kijk nou, en ik zeg, moet je luisteren, je hebt van Dijkzulos die onderzoek doet, ook naar de douane en ook naar de politie mensen, omdat de zwart mag in Suriname corrupt is, oké? Dan heb jij je gecommitteerd aan de NRA-test, ja? En jij zit aan tafel bij een van de daders. Dan vraag ik me af, oké, Fawaka. Is dat geen belangenverstrengeling? Jij doet onderzoek, ja, naar de zwaktes binnen de Surinaamse gemeenschap, binnen het staatsbestel van Suriname. En dan, jij gaat diensten aanbieden aan een van de partijen die betrokken is bij allerlei malversaties. Weet je. En ik heb dat niet gezegd. Zij zelf. Daarom zeg ik minimaal, plaats als sandati, jongen. Taki de fadang. Is de douane corrupt of niet? Want als de douane, jij gaat daar zitten. En, kijk, je kan het mooi komen vertellen over dat conceptwet en dat soort. Waarom moet er een nieuwe wet komen met een nieuwe autoriteit die taken van de douane gaat overnemen? Waarom? Ja? Never change your winning team, toch? Nee, maar deze team moet je echt komen changen, want het is geen winnende team. Deze team die daar zit, die is in een kwaad daglicht komen te staan. Door wie? Door zichzelf. Ja? Even kijken hoor mensen, we gaan luisteren naar deze mevrouw. En zij gaat ons iets vertellen. En dan ga je begrijpen waarom ik zeg van, ja, maar is het geen belangenverstrengeling? Wat nog belangrijker is om goed te beseffen in welke gevaarlijke situatie we zijn. Welke zijn onze externe risico's? Cocaïne, drugs, illegaal goud, corruptie. Wat is er nog meer? Zwart geld op basis van belastingontduiking. Goud op goud, dat is afschuwelijk. Als je ziet wat die risk is. Ons immigration beleid is ook een risk. Als 10% van jouw bevolking illegaal is, moet je een ander immigration beleid opzetten, want dat werkt. En dan werkt het ook in de hand dat
Hier heb ik het niet over de Cariperos. Dat illegaal goud opgekocht wordt en gebracht wordt naar winkels waar men illegaal geld kan overmaken. En niet via de banken waar het legaal is. Laat me alsjeblieft één goed beseffen. Jullie zijn allemaal bekeken naar de financials. Ik adviseer de organisatie om een non-financial discussie ook te organiseren. Die groep casino's, die reageren niet eens. Ze komen niet eens. Ze is niet eens een focal point. Laat staan dat je in de werkgroep bent. De cambio's hebben laatst gesproken. Wij hopen dat het eind deze week in orde komt. Maar onderschat de impact niet van dat risico, van de risico's die we in dit land hebben op de situatie van money laundering. En als we het niet herkennen, als we het niet herkennen en als we het niet accepteren en als we het niet mitigeren met maatregelen, dan zijn we definitief gebrekkig. Het gaat erop aankomen dat het projectmanagement team het best wel moeilijk kan krijgen. De publieke sector, douane, KPS, ik bedoel soft information, dat ze corrupt zijn. Harde informatie is de case om er een. Hoor je dat? Douane, politie, ja? Corrupt. Het projectmanagement team het best wel moeilijk kan krijgen. Goed opletten, hè? Publieke sectoren, en ze noemden douane. Zij van de NRA, ja, de voortrekker van de NRA, National Risk Assessment, heeft uit haar onderzoek kunnen filteren dat de douane corrupt is. Corrupt. Ja, politie dat is lang denkbaar, Isabel. Maar nu de douane. En dan gaat de regering maatregelen treffen door, mevrouw Van Dijk Silos heeft geconstateerd dat de douane corrupt is, ja. Wij moeten er wat aan gaan doen, want we willen niet geblacklist worden. Dus ja, luister nou, kijk. Als de douane voor meer dan 10 jaar onder het regime van Boudersen krom gegroeid is, wat ga je doen? Ga je het omhakken? Nee. Isabi, want boos aan krom, mensen. Ik wens je veel succes. Maar ja, je kan dingen wel weghalen bij hun taken. En dat wordt gedaan met deze nieuwe autoriteit die ze gaan creëren. Maar ja, je sabi toch. De manowani. Focal point, focus mensen. Van Dijk Silos zegt, deze mensen zijn corrupt. Maar Van Dijk Silos zit aan tafel bij deze corrupte mensen. Die zij heeft genoemd in haar NRA rapport. Om ze te ondersteunen. Wat doe je eigenlijk? Ik zeg, voor mij is het toch belangenverstrengeling. Want ja, als je iets constateert en je gaat terug naar de constatering van jou, de bron waar je dat ding hebt gezien, en je gaat dat ondersteunen. Ja, in hoeverre is dat ook meewerken aan corruptie? Ik weet niet, zomaar niet, maar ik laat het aan de geleerde over. Maar het is voor mij een beetje opvallend, ja. Dus ga je weer oriënteren wat ze zegt over de douane. Het is een beetje rommelig. Je moet deze dingen weten te achterhalen, mensen. Dus ja, dat geluid en die dingen. Maar ga maar luisteren weer, hè. En focus op wat ze zegt over douane. Het gaat erop aankomen dat het projectmanagement team het best wel moeilijk kan krijgen. De publieke sector, douane, KPS. Ik bedoel, soft information, dat ze corrupt zijn. Harde informatie is de case om die doodgeschoten is in Guyana. Ze cocaïne wordt gepakt op de haven door de douane. Politie komt, cocaïne verdwijnt naar drie dagen. Politie houdt hem niet aan als verdachte, maar hoort hem als getuige. Dus de ex-politie-inspecteur hier, de eigenaar van de lading, wordt gehoord als getuige en niet opgebracht voor verhoor als verdachte en is 2 dagen later geliquideerd. Likelihood,
waarschijnlijkheid dat het korps compleet corrupt is. En wat doet het met ons land? Het maakt dat die drugsgelden een positieve invloed hebben op money laundering en hopelijk niet ook op terrorisme financiering. Ik breng het een beetje hard omdat ik vind dat de hele avond met naar de geweldige banken en de goede en verzekeringsmaatschappijen kijken in plaats van naar het probleem wat deze National Risk Assessment brengt. Ja, mensen, begrijp u mijn verwondering, Isabé? Ja. In Suriname is alles mogelijk. Snap je? Ja, money laundering, nee, ik zie Credit Suisse bakken. Weet u, maar ja, het is niet aan mij besteed hoor, mensen, Isabé. Disna Sernang. En ja, het is moeilijk te vatten. En ja, wat moet je hiermee, mensen? Je wordt er soms ook kots en kostmisselijk van om hiernaar te luisteren. Maar het is niet anders. Dit is Suriname, mensen. En ja, in Suriname is alles mogelijk, mensen. Het is weer een ja. Ik wilde... Even kijken hoor, mensen. Ja. Mensen, ik moet iets doen, hè, want ja, iemand vraagt me, heeft me gevraagd om een kleine reactie te geven. Ik heb een programma gemaakt en ik wist dat dit ding vragen zou oproepen. Ja. Lukuno, kijk, ik heb dat ding gehad over Anton de Kom, hè, weet je. Ik weet niet meer, een paar weken terug, Mico Vergita Heersan, dat ik... Weet je, want, ja. Maar iemand... ik wist dat wanneer jij, Isabi, wanneer er iets in je hoofd is gestampt, dan asandati is moeilijk weg te halen. Nelika Sanifu, de Indianen, wij gaan er prat op aan van ja, maar deze mensen zijn eerste bewoners, ja. En dan laat ik jou zien, dacht ja, maar ja, oké, okay, goed. Er zijn wel een aantal keer in die 10 jaar regering Bouterse. Indianen gekomen naar Suriname en ze hebben naturalisatie gevraagd. Ja, dan, hoe dan? Ja, Teleman kiest Surinaamse nationaliteit, dan verdwijnen ze in de groep en wij gaan ervan, ja, maar hij is eerste bewoner. Maar Lucas en Filfini, want ze zijn geen eerste bewoners. En zo zijn er duizenden. En ja, ik heb jou als voorbeeld gegeven. Apura, Washabo en Section, die dingen bestonden niet. Goluku in de jaren 70. Pas toen Aaron en Bruma met West Kabalibo, ja. Ja, Afanafero projecten en dat soort dingen, daar activiteiten gingen ontplooien, zijn die dingen ontstaan. Ja, maar de man, de bewoners, Bim Koompris toch, en ja, ik heb je gezegd, Guyana, oké. Okay. Maar het is een hardnekkig iets in de Surinaamse gemeenschap. Dat ja, nee. Dat die Ingi, nou, eerste bewoner. En ja, het is zo en het blijft zo en niemand kan het veranderen. Ik laat het ook zo dan. Maar ik laat je, ik heb je laten zien, want ik weet, het is hardnekkig. Anton de Kom, idem dito. Aan een mogen draaien. Als aan dat hij, waarom moet ik het gaan draaien? Is toch onzin? Ja, dus... ik heb dat destijds ook verteld van, ja, maar hier nou, probeer even Lucas aan zo, tjuzo nou, Isabi, kijk nou mensen, ik zeg je, Luco, als je betaald wordt om paranoia en achterdocht te zijn, dat je krijgt een casus voor je voorgelegd en jouw functie is, je noemt een briefing, je moet onderzoeken, Luco of natuur. Ja, hoe neem je nou maar? Je leest, je checkt, je controleert, je doet van alles en de hele goede jongen, oké. Okay. Ja, ze hebben een punt, 1 punt voor. Ja, maar dit spreek ik het weer tegen, of dat ja, is in zijn nadeel of wat, Isabi. Als jij daarmee geconfronteerd wordt, dan. Myanmar, nee, ging ook toe, ja, tak jongen. Er is hardnekkig gerucht van Anton de Kom, schrijf van Boekhoewijf, slaven van Suriname. En ja,
Surinaamse held. Maar ik denk bij mezelf, oké, maar in een probeer ik vloeken, tien zo daar vast, ik hoor het toe. Ja, want ja, amman is nog dat ik vroeger nam, gisteren nam. Amman dat ik in Nederland. En ja, bij de Scotrici, ja, ja, goed. Ja, dankbaar zijn aan God, door, en Worko, en Nederland. Ja, dus, omdat dat vastgeroest is bij ons, Nasa Sande, Nasa Santang, en Oene veranderen, Noamane kon doen niks. Ja, oké, okay, prachtig, dat weet ik ben zo. Maar er zijn altijd mensen die toch zijn twijfels hebben. En ja, het is een onderzoek waard. Dus ik heb dat ding verteld zo'n beetje. En ja, er is een meneer die dan gereageerd heeft. En iemand vraagt me of ik een kleinere reactie wil geven. Isabi, mino lobe go baka, terug, weet je. Temi, doe een programma, maar laat me jou meenemen. En laat me jou wat laten met jou meedelen. Hè? Kijk, het is dat programma van mij, een meneer Henry Kumberbach, ja. Die schrijft, meester Sien, het zou fijn zijn wanneer u feiten en fictie niet door elkaar zou halen. Ja, oké. Okay. Adekom is door het toenmalig gezag, CQ, de gouverneur in Suriname, gedeporteerd vanuit de gevangenis naar Nederland. Hetgeen u de goede gemeente, ik lees wat er staat, hè mensen. Hetgeen u de goede gemeente probeert wijs te maken met betrekking tot dit feit, is dus geheel bezijdens de waarheid. Succes verder met uw programma en monoloog. Ja, ik hou van mijn monoloog, mensen. Oké, okay. Maar meneer Henry Kumberbach, bedankt voor uw reactie, Isabé. Ik ga iets erover zeggen, want ik wil niet meer gebeld worden daarover. Maar luister nou, kijk. Ik heb u gezegd, in Suriname zijn er hardnekkige geruchten. Dadelijk, je ziet, de Maronno-café, ja, maar we hebben... hoe heet het? Vredesverdrag getekend met de Hollanders. Hoe befit, hoe bedoel je dat? Ja? Voor mij zeg ik, is allemaal larikoek en kolder hoor. Isabé. Waarom zeg ik dat, larikoek en kolder? Ja, maar kijk nou naar mijn contactasanto. Je noemt me kies maar contactjes aan zomaar. Ja? Doe kans aan je voor samitegi dan net voor Credit Suisse. Ja, nee. Una money da per, dus hoe is lang. Ja. Maar ja, voor ons dan maar wel money. Ja, en ja, ik weet niet of meneer Jagisser concessies heeft en als zeer eerlijk zou bouwt, ik dacht dat ik hem niet heb. Ja, ik weet dat niet. Maar ik weet wel dat er andere mensen zijn. Snap je? Terwijl mij toch wel zijn, ga ik proberen onderzoek nou. Kijk, dat ding van Anton er komt. Ja, ik wist dat het allerlei problemen met zich mee zou brengen. Maar look nou, kijk wat deze meneer schrijft. Feiten en fictie door elkaar halen en... Een van de feiten die hij naar voren noemt is dat ja, Anton de Kom is door het toenmalig gezag, CQ de gouverneur in Suriname, gedeporteerd vanuit de gevangenis. Oké, okay. Ik heb een vraag gesteld destijds in deze programma en naar aanleiding daarvan heeft die meneer Henry Kumberbach gereageerd. Het is een profiel en mensen, dus minus of nou een computer of nou een libisma, mensen van vlees en bloed, maar oké. Okay. Er zijn mensen die zeggen dat iemand leg hoe uit zei, ja. Oké, okay, Jereno. Ik heb de vraag gesteld, is Anton de Kom een Surinaamse held of een Nederlandse held? Dat was mijn vraag. Want ja, die man is niet gestorven voor Suriname, maar is gestorven voor volk en vaderland in Nederland, ja. Ik vraag dan weer eenzelfde vraag met betrekking tot deze feiten die deze meneer naar voren heeft gebracht. Ja? Toenmalig gezag, CQ de gouverneur in Suriname. Ik vraag me één ding af. Is een gouverneur, de toenmalige gouverneur in Suriname, het Surinaams gezag? Of het Nederlands gezag. Een Surinaams ambtenaar of een Nederlands ambtenaar? Dat is de vraag. Nou, ik zei niet toch, Sambouteta, dat is de hamvraag. Ja? Want ik kan jou één ding zeggen. Een gouverneur wordt benoemd en ontslagen door Nederland.
Nederland stuurt een gouverneur naar Suriname als topambtenaar. En dan, jij gaat mijn belangen daar behartigen. Wiens belangen? Denk aan Anton de Kom. Anton de Kom wordt naar Suriname gestuurd. Je gaat mijn belangen daar behartigen. Wiens belangen? Nederland. Denk aan die gouverneur ook. De gouverneur wordt naar Suriname gestuurd. Het is een topambtenaar van Nederland die naar Suriname wordt gestuurd. Om niet de Surinaamse belangen, maar de Nederlandse belangen te behartigen. Dus als hij zegt tegen mij van kijk, ik moet feiten en fictie niet door elkaar halen. Ja, en een van die feiten is Anton de Kom is door het toenmalig gezag gouverneur gedeporteerd. Ja, dan zeg ik oké. Probeer aan deze vragen te denken. Look op Chins of Ego. Naar de zand dat hij dan. Probeer. Van mijn tijd. Een beetje anders te kijken daarna. Net wat ik gezegd heb met Anton de Kom. Look en neem een gouverneur toe. En zo kan je verder gaan. Hè? Want kapitein was hij een gouverneur. Want daarom de mantica structuur over. Kijk, deze gouverneur in ons vergelijking. Naar de Gramansas doen in het binnenland. Dat is Larry Cook, hè, mensen noemen mij grap. Ja? Maar deze gouverneur is op de man toch Kielstra of de Bakkerabakkeramang. Ja? San Nederland bij Sint-Gudapet. Ja, jij gaat er naartoe. West-Indische Compagnie. En ja, Nederlandse belangen gaan voor. Weet je, Surinaamse belang, ondergeschikt. Maar nu moet je het zo zien in deze context. Oké. De gouverneur in Suriname, Nederland, de Anton de Kom, mop uit Nederland, ja, was Kotrici, was Oudati, voor Nederland, zijn kassernaam, Kondouang, ik weet niet of het een undercover operatie was, ik zeg één ding, leuk, probeer er anders naar te kijken. Nou. Omdat waarom? Er gebeurt iets vreemds met die Anton de Kom. Hij gaat terug naar Nederland. En ik heb er vergelijking gemaakt met Louis Doedel. Louis Doedel. Ja, maar bonka kul. Lauma also. Ach, las de nange man die zeggen. Bonke dappe. Weet je. Gewoon een lastbos. Maar Anton de Kom niet. Hij kreeg een vrijgeleide om weg te gaan. Terug naar waar? Abekanga. Antillen toch mensen, want in eerste instantie, aan mijn kinderen naar Antillen, zet een man een bonkje naar Antillen. Je moet ook goed begrijpen, Anton de Kom geboren in Suriname. Surinamer, hoe kan jij in hemelsnaam een persoon die geboren is in Suriname, ja, getogen in Suriname, uit zijn eigen land deporteren, van dat kan. Je kan een vreemdeling deporteren, maar niet iemand die daar geboren en getogen is, toch mensen? Ja, je tijd niet, ja, maar de Joe ben geboren ook toen in Sanne, maar dat is iets heel anders om uit te roeien, Isabel, holocaust, ja. Maar die zie. En daarom zeg ik, dat ding is een onderzoek waard. Laat studenten die willen afstuderen, laat ze een keertje goed onderzoek gaan doen. Dan, ja, kunnen we deze berichten die ik naar voren breng, we kunnen het gewoon ontkrachten. Nee man, Aman is een respectabele Surinamer en het heeft niks te maken met Nederland. Snap je? Waarom ik tot deze conclusie kom? Kijk nou, Theo Luku, Asanif Bouterse. Ik weet niet van Surinamers, maar ik vraag me af of Surinamers geen twijfel hebben over Bouterse. Dat Bouterse. Bouterse, het is een mooie retape. Al het podia, je samen. Laat Rutte maar oprotten, jongen, naar de zandati. Maar als je naar de stappen kijkt van Bouterse. Dan je collectie precies gelijk aan het onderkom. Er zijn gelijkenissen hoor, mensen. Noem maar grap. Er zijn vreselijk veel gelijkenissen met Anton de Kom. Ja? Anton de Kom, Scotteritje, Bouta, ook toe Scotteritje toch. Abed Allegre. Ja?
Vooral als je kijkt naar wat er in Suriname is gebeurd. 1975 mensen. En nu ga ik je een hoop uitweiden. Maar het gaat erom, Taki, ik wist dat dit zou gebeuren. Mensen zijn vastgeroest in dat idee. Van ja, nee, Anton, kom, je moet daar met je poeten van afblijven in een tak niks. Maar ik zeg je, kijk, de gouverneur naar een Nederlander. En ja, if Nederland zijn van Telegram, ging, Taki, moet je luisteren, kijk nou. Ik heb mijn mannetje daar. En die man, zijn undercover operatie is... in gevaar, want hij is, ze hebben het door, je moet die man in bescherming nemen, zij kan doen mensen. Je kan het aan mij, als je pot bewaking ging, maar ja, dan komt het naar buiten toch. Maar je kan dat spelletje meespelen, hé, hey, luister nou, iets op de mond doen. Je zorgt voor onrust, ik ga je opsluiten. Ja? En die is rot allemaal uit, ja, ik deporteer je, maar dat was de hele bedoeling. Mim zijn niet terug, alleen we met Asana bevolking zit ik, ja, Oesrotam, Mando, deporteri. Maar ik heb jou altijd gezegd, things are not what they look like. En omdat de man zit, want hoor, Gide, Bribi, Ibeti, je moet kritisch zijn. Ik keer terug, ik ga een paar voorbeelden aan jou geven, waar jij ook een beetje kritisch naar moet kijken. En die gelijkenis heb ik je gezegd, hoor. Anton de Kom, onomkomelijk mensen, hij was militair hier, Agassana, ja. Hij keert terug in een militaire functie weer en hij zet zijn militaire carrière voort tot zijn arrestatie door de nazi's en zijn dood, berechting en dood. Isabel, goed, Bouter zijn militair, Agassana, ja. Dan zeg ik van, moet je luisteren, kijk nou, is dat ding niet een onderzoek waard? Want kijk nou, ik zeg je, jij moet niet vergeten, 1975 heeft Suriname onafhankelijkheid gehad, ja. En dan, Nederland raakt in paniek mensen, Nederland raakt in vreselijk veel paniek, ja. Mensen die hier wonen, voor de onafhankelijkheid, die woonachtig al waren in Nederland, die weten waar ze het over hebben. Die weten precies waar ik het over heb. Nederland raakt in paniek. Want de Surinamer had in 1975 onafhankelijkheid gehad. Ja. Een nieuw bestuur werd aangesteld. En de Surinamer had tot 1978 zo'n beetje geproefd hoe het was om onafhankelijk te zijn. En geloof me, de Nobeloberen. De Nobel Lobbying, ja. Asansa komt niet. En wat ze was voorgesteld voor onafhankelijkheid, is niet uitgekomen. Even voor mensen dat ding zit. Oké. Okay. Surinamers hadden geproefd hoe het was om een onafhankelijke relatie met Nederland te hebben, een echte republiek, en ja, de hel met Nederland. En dan vraag je af, ja, maar dat zijn een beetje Nederland raken in paniek. Ja, mensen die weet hebben van zaken, kijk nou, in 1975 is Suriname onafhankelijk geworden, maar er was een overgangsperiode tot 1980, tot 1980 mensen, dus 5 jaar nog. Nederland raakt in paniek, want in 1978, de meisje dacht, ja, Surinamers beginnen massaal toch gebruik te maken van die overgangsregeling. En ze vinden het niet leuk, die onafhankelijkheid. Maar waar zijn de paniekaanvallen in? In de VHP, mensen. Goed opletten wat ik zeg. De VHP. Ja, want je gaat een mega aardverschuiving krijgen in de politiek in Suriname. Voor het eerst staat de VHP voor de deur om alleen als partij een grote verkiezingswinst binnen te halen. Want wij hadden bij de onafhankelijkheid een soort racistisch element erin toegevoegd bij de onafhankelijkheid. Blakamang, want onafhankelijkheid
Hindustani man, nanga kuli man, no mani. Snap je? Nou, je kon zien dat ja, maar ja, we hebben ons toch een beetje verkeken met die onafhankelijkheid. Hoor. Zaken zijn niet zoals het aan ons was voorgespiegeld. Dat zei ik ze, ja. En niet zo, deze man, Latschman. Ja, allemaal ben ik lopen. Tak ja, maar ja, als hij bij taki no bij wani dingen. En ineens zo werd Latschman, niet meneer of meester Latschman, nee, papa Latsch. Abe de alles mappa. Want ja, pina nakuno, moet je nagaan. En ik praat over jaren 78 al. Ja, dus Nederland raakt in paniek. Er worden verkiezingen uitgeschreven in Suriname. 81, want ja, regering, 5 jaar toch. 75 om 80. Nederland wil niet dat de VHP massaal gaat winnen. Want ja, dan hebben we een probleem. De overgangsperiode van Nederland. If Senang Kong onafhankelijk in november, 25 november. Dus dan loopt de overgangsperiode van O tot en met 1980. November 1980, november. En als de VHP wint in mei, dan kan de VHP al zijn zorgen en al zijn zaken, ja, zijn bedenkingen die hij had voor de onafhankelijkheid, waarbij de kans werd afgesloten voor de VHP om mee te kunnen praten over de onafhankelijkheid van Suriname. Ja, man kan grabben eteren, mensen. Omdat, ja, ik zit met de overgangsperiode. Ik wil heronderhandelen. Waarom kan je gaan heronderhandelen met de IMF en je zou niet gaan heronderhandelen over je onafhankelijkheid? Maar ik zit nog in mijn mijn overgangsperiode. En ja, daar waar Aaron Steken heeft laten vallen, met name Tigri. Ja, met name een referendum om onze hele bevolking te vragen of we het eens zijn. Snap je? Dat soort dingen. Ja, paspoortenkwestie. Hij vond dat goed. En ja, sociale zaken. AOW, al dat soort dingen. Weet je, uitkeringen. Dat waren de punten die hij schreef om te gaan zeggen van waarom ik niet eens ben met de onafhankelijkheid van Suriname. Laten we die punten aan jou voorleggen en zorg dat we dat eerst krijgen. Isabi, is toch kinderlijk eenvoudig, mensen. Hier nou. Je kies van grond. Mijn no sabi, pa grens van gronde. Ja? Maar ja, ik kies van grond. Hier heb je wat geld, ik heb een kampo. Ja, maar dadelijk te wel man kon, dat man kon op je grens. Ja, maar ik weet niet waar de grens is. Naar Lake Guyana. Tilo is dan een probleem, toch, Tigri? Ga je niet, toch, jongen? P-grens, hè? Heb je het gemaakt? Heb je het getekend? Heb je het bepaald? Nee, toch? Nou, dan ga ik het voor jou bepalen. Dan ben je klaar. Maar voor 75 had deze man het al aangekaart. Hey, Aaron. No breni ai. Bruma. No breni ai. Sosogi moni. Ja. En ja, dan ben je Arki. Want ja, dat perverse prikkel. Je weet het, speelt weer en vandaag de dag in Suriname. Reparations. En wat is reparation? Money. Money. Isabi. Ja, tokies aan money. Ja, dat zei je me gerepareerd. Dat kan go verder. Ja. Zelfde rommel destijds met Aaron en Bruma. Maar nogmaals, mensen, kijk nou. Sana Sandisi zei ik al uit van met betrekking tot deze meneer Henry Kumberbach of mevrouw. Henry. Zijn reactie. Kijk, je moet lukken Sani Travassi toe. Want kijk nou, Nederland raakt in paniek. 78, ik begin met mijn plan. Dat jongen, voor we doen. Voor we doen. Ja. Net als Anton de Kom. Sturen we een militair ook weer naar Suriname, toch, mensen? Ja. Ja. Voor het geval dat er problemen zijn, dat we een mannetje hebben. Ik kan mijn tand tussen de zin en mijn kamer doen.
Isabé, en wie is die man? Ja, is geen antwoord, dan komt deze keer. Maar Bouterse, jij weet wat er gebeurt toch, wat ik je gezegd heb. Van ja, maar luister, als Jagernat Latsman aan de macht komt, omdat de Surinamers zich verkeken hebben op de onafhankelijkheid, de onafhankelijkheid was niet zoals ze gedacht hadden. Isabé. Dus dat man is kon. Hebben wij een probleem? Wij hebben een probleem. Ja, dus hij mag niet aan de regering komen. En wat zie je gebeuren? 2 maanden voor de verkiezing plegen de militairen een coup. En ja, de Surinaamse mina verteria een stuk dat je. Maar er zijn een paar dingen die heel opmerkelijk zijn. Met betrekking tot dit ding van Bouterse. Want ja, mensen. Leksamitei, Koluka Sanipchins of Infinina. Ja. Want er gebeuren een paar dingen die wij eigenlijk niet kunnen vatten. Onema fatasanati. En dan, waar heb ik het over dan? Oké, wacht even. Dan ga ik even een paar dingen zoeken. Om je te laten zien wat ik heel opmerkelijk vind, hè, mensen. Even kijken. Ja. Oké. Jere. Je hebt Bouterse, toch? Ja. Dan gebeurt er iets in. Ik ga je meenemen om je een paar dingen te laten beluisteren. En dan moet je kijken. 5 in Azandisi. Ja. Kijk nou. Voormalig kolonie, toch? Ja. Wij, mijn generatie, is opgegroeid met Leonarons, Sumana Leonarons, ja. Die zie aan de zomerjournalist mensen, dat kan vrede komen, want ja, om ik fouten en dat is dan, no. Ja, meneer Leonarons, bij de wan jaja sernama, vrije stem, hoe ze bent toch, Isabé. Die andere is, was er ook, maar akondede, Isabé. Maar, er gebeuren een paar vreemde dingen met deze man, die Bouterse. Die je in looking chokchins of travasie voor onderzoek. Want ja, wij kunnen het niet bepalen, mensen. Want dat spelletje dat gespeeld wordt door Nederland en Bouterse. Het wordt op hoog niveau gespeeld. Ja. Laat me jou iets laten beluisteren. Dan moet je zelf maar kijken wat ik bedoel, ja. We gaan luisteren. Destijds, is heel oud hoor, mensen. Had meneer Leonarons een interview afgegeven hier in Nederland, ja. En ik ga u meenemen, dan moet u me gaan luisteren wat hij te zeggen had. Dus ik denk dat het niet slechter kan. Meneer Leonarons, ik denk dat, dat uw collega daar een beetje gelijk in heeft. Iedereen was erover eens dat deze regering het land nou niet bepaald die welvaart heeft gebracht waarvan het misschien verwachting had gewekt. Oké, okay, deze vraag wat hij stelt is van ja, het was toen dat hij bij Shankar, hè? Ja, dus ja, lik vast naar mijn regering nou, 2 jaar ik basta, Santokis, don, dis, na, dertien en zo, weet je, je moet gwe, want ja, het duurt te lang na, dus je moet vooruitgang komen brengen, ja, oké, okay. Je ziet zelf de verschijnselen weer, hè, Shankar, die de we doen in Baka, ja, je moet oppassen. De Nederlandse regering, zodra de VHP aan de macht is, dat de man raakt in paniek. Deze periode, ga maar luisteren wat meneer Leonarons zegt. Kijkt u naar Peru, naar Uruguay, naar Argentinië, naar Brazilië. De puinhoop die militairen achterlaten. Denkt u dat welke regering ook in staat zal zijn om in 3 jaar deze puinhoop te herstellen, weg te maken? Nou, ik dacht, dat is uitgesloten. Ik dacht dat die puinhoop mij, al vanaf na 75 was. Nee, die puinhoop is in 80 ontstaan. Want toen, maar bedoelt u dat de regering meer tijd had moeten hebben? Ja, ja. De niet alleen meer tijd. De hete adem in de nek van de regering moest er niet zijn. De regering werd voortdurend onderuit gehaald door Bouterse. Maar hoe? Je ziet toch, Shankar, omdat het een Hindustaanse president was, de VHP had de voortouw, weet je, om een poring, nog meer grapje, Isabé.
de regering, de hete adem moet eruit gehaald worden, zegt hij. Ja? Dus twee dingen. Hij zit er. En ja, hij heeft niet de vooruitgang gebracht. Ja, dat is toch onmogelijk. Van 80 kom je 87. Ipora Hirkondre. Ja? Noosdom van 2010. Komi 20, Ipora Kondre. Dat was een meiko eis voor u, taki moes, abi. Vooruitgang, ontwikkeling, alles. Binnen 2 jaar, nog zo, ja, Ibo zit in toch? Ja, mensen. Zelfde rommel destijds met Shankar, dat geleid heeft tot de telefoonkoep. Zelfde gebeurt nu in Suriname met betrekking tot Santokki. Ja. Oké. Je moet kijken naar de gelijkenissen, mensen, de overeenkomsten. Ja? Hij gaat iets verder zeggen, we gaan luisteren. Neemt als voorbeeld het Kourou-akkoord. Het Kourou-akkoord, dat is het akkoord dat door Brunswijk en de regering gesloten is onder toezicht, onder begeleiding van de Franse regering. Ja. Kourou, dat is het, de lanceerbasis van Frankrijk in de Franse Guyana. Ja. Iedereen was het erover eens dat het Kourou-akkoord een goed akkoord is. Alleen meneer Bouters was tegen. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft indianen gemobiliseerd die misdaden gepleegd hebben op een verschrikkelijke manier. Maar hoe u wil van Bouters af, dat is duidelijk. Ja, ja, hij wil van Bouters af, hè, Isabé. En nou gaat het komen. Maar even ervoor. Hij is net als nu. Ik verklaar de regering oorlog. De mij voorgong. Ja. Al dat soort dingen worden er gedaan in Suriname. Dus het is ondermijning. Wat ze aan het doen zijn. Ja? De mijn protesteren aan de zand. Ja. Ja, 10 jaar de tijd voor doen. En nu komt het. Jerassan zei vertellen over de Ingisma toch? Ja. Wanneer zij niet naar school zijn gegaan, kan je ze van alles wijs maken. Je kan ze van alles wijs maken. En dan vraag je je af, dacht, ja, maar wat heeft dit met de reactie te maken van Anton de Kom? Ja. Je gaat er straks op komen. Ja. We gaan luisteren. Een heel begrijpelijke vraag, wat dan gesteld wordt. Dat, ja, maar Jereno, Nederland, Bouterse, Suriname. Eigenlijk, een man zei moeilijk akkoord, nou bouwt dat toch. Maar dan gebeurt er iets heel vreemds. Hij, meneer Leonaris, die weet het ook van, ja, mijn man begrijp, ja. Want ja, voor Bouterse, maar wie moet het doen dan? We gaan luisteren. Ja, hoe zou dat dan moeten? Laat mij een paar voorbeelden geven, want ik ben het ook niet eens met de heer Bolkestein. Hoe is Noriega weggegaan uit Panama? Hoe is Marcos weggegaan uit de Filipijnen? Door hulp van Amerika. Ja, hoe is er orde op zaken gesteld in Grenada? Door hulp van Amerika. Hoe denkt u dat baby Doc is verdwenen uit Haiti? Door hulp van Amerika. Juist. Dus u vindt dat er hulp van Amerika moet komen? Nee, ik vind dat er hulp van... Nee, wij hebben nooit de banden gehad met Amerika die wij hebben uit Nederland. En een ander feit is... Dat wil ik ook nog zeggen. Nederland heeft consequent geweigerd in de afgelopen jaren vanaf 1980 de tegenstanders van Bouterse in dit land op welke wijze dan ook steun te verlenen. Ja. Op geen enkele wijze. De Nederlandse regering was te voortdurend haar handen in onschuld. Maar aan wie hadden ze dan steun moeten verlenen? Als de Nederlandse regering Bouterse wilde toejuichen, dan moesten ze natuurlijk de mensen van Bouterse steun verlenen. Maar de Nederlandse regering wilde Bouterse weg hebben. Nu wil de Nederlandse regering Bouters ook weg hebben, dat zegt de Nederlandse regering duidelijk. Ja, maar en dat kan dan... Ja, maar waarom doen ze het dan niet, mensen? Als de Nederlandse regering Bouters zo weg wilde hebben, dan hadden ze het al lang gedaan. Isabi. Dus ik zeg van, kijk, dat ding, je moet het een beetje nader bekijken. Want ja, er zijn een paar vreemde zaken die gebeuren met Bouters. Luister nou mensen, je moet je niet voor het karretje spannen, laten spannen. Hè? Want kijk, ik ga je eerlijk zeggen, er gebeuren nog veel vreemde zaken tussen Nederland en Bouterse. Ja. Wat vind je dan zo vreemd eraan dan, Isabi? Oké. Even kijken hoor mensen, want ja. Ai. Een van de vreemde zaken is, van Nederland had al lang Bouterse kunnen pakken, maar ze hebben hem gewoon gelaten.
Even kijken hoor mensen waar ik ben. Ik doe het helemaal verkeerd. Oké. Ik ga u wat laten beluisteren. Met name een wat de hele wereld heel erg raar van opkeek dat dit ding gebeurde. Ja. U weet misschien de oudere generatie onder ons, die weet nog van dat ja, Bouterse gearresteerd wat was in Brazilië. Om uitgeleverd te worden naar Nederland. Ja? Oké. Goed. Maar wat zie je gebeuren met Nederland? Dat Nederland alles in het werk stelt om die man niet uitgeleverd te krijgen. Ik zeg, vind je dat niet vreemd? Ja, is toch vreemd mensen? Laten we eerlijk wezen. Als je zegt van, Johan Grabamang en je kisamang ook toe, autoriteiten van Brazilië, die arresteren hem. En nu is het aan jou om met een rechtshulpverdrag te komen, verzoek te komen en hem uitgeleverd te krijgen. Isabel, ik neem u mee in de historie een beetje, dan ga maar luisteren. Waarom ik zeg van, ja, kijk, net als Andam de Kom, in Lucas aan die Sipchinse Travassie, want Bouters en Playboom, ja, laten we het maar oprotten, maar. Terwijl, ja, ik weet niet of hij hele goede banden heeft met Nederland, door mensen. Ja, oké, ga maar luisteren wat er hier zo gebeurt bij de arrestatie van Bouterse. Van Mierlo vindt dus dat Bouterse moet worden aangehouden. Maar dan komt NRC met een voor de minister zeer pijnlijke onthulling. Ik was op vakantie, ik lag op het strand in Portugal en ik kreeg een telefoontje van een goed geïnformeerde justitiële bron en die zei, waar zit je? En die zei, je moet onmiddellijk naar Nederland komen, want ik heb iets interessants te vertellen. Toen ben ik teruggekomen van vakantie en heb ik die bron, twee bronnen zelfs, in en aan ontmoet. En die vertelde mij dat ze, ja, die kerels waren echt ontzettend kwaad, omdat minister Van Mierlo hoogst persoonlijk had belemmerd dat Bouterse een paar weken daarvoor was gearresteerd in Brazilië. Dames en heren, goedenavond. Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken heeft vorige maand bewust de mogelijke arrestatie van oud-legerleider Desi Bouterse tegengehouden. Bouterse was toen op bezoek in Brazilië. Maar omdat Van Mierlo er niet zeker van was dat de Braziliaanse regering zou meewerken aan uitlevering, heeft hij die aanhouding geblokkeerd. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Ja, moment zeg. Dat van die redenen, salarikoek natuurlijk. Weet je, maar meneer Van Mierlo, minister Van Mierlo destijds, heeft het tegengehouden. Waarom dan? Waarom? Ja. Is Bouterse, net als Anton de Kom, ook een stroommannetje van Nederland. Want ja, als ik kijk naar 75, kom ik 80, de verkiezingsjaar. 80, hè, mensen. 2 maanden voor de verkiezing gebeurt er iets in Suriname, dat Suriname de tijd gaat doorlopen. De overgangsperiode. Voor Suriname, sabito. Je mag kiezen. Je had 5 jaar de tijd, je mag dan Sanang of je gooit naar Nederland. En ja, Nederland mag je geen strobrieten wegleggen. Je komt, je opteert voor de nationaliteit en je bent een goed Nederlander weer. Ja, wat een bedenktijd van 5 jaar. Ja, hoe even, oké. Maar nu krijg je dat probleem. De NPK gaat massaal verliezen. Surinamers hadden geproefd van onafhankelijkheid. En de Nobel Lobbying. En op Bita, op Swa, op Pori. Dus de Nwanya Memoro. Nou, en zo wordt de VHP-voortrekker Papalats. En hij moet het komen door. Ja, maar dan heb ik als Nederland een probleem. Want ja, deze man kan van alles gaan doen met ons. En ja, de overgangsperiode.
is nog steeds geldig tot en met november. Dus van wie naar verkiezing? In mei? En ja, dan heeft hij van mei tot dingen. Hoe je dat denkt? November de tijd. Om allerlei stappen tegen ons te gaan treffen. Ja. Dus wat, we moeten dat beletten. Hé, hey, we hebben iemand in Suriname. Mika Mampli gewoon koop dan. Dan moet het maar. Ja. Het is toch een onderzoek waard? Nee, Lukusan zomaar zo. Ja. Dan krijg je dit ding van ja, moet je luisteren. Hoe die man? Granoogspeeg een koep. Ja, Nederland wordt daarvoor aangekeken. Dat jongens, heeft zang aan jongen. Een voormalige kolonie. Amerika is vreselijk boos op Nederland. Ja. Maar dan zie je iets vreemds gebeuren. Boutersen wordt gearresteerd onder druk. Weet je, van de buitenlandse opinie. Dat ja, een man pleegt gewoon koep bakken. En die man kan vrij uitreizen naar de zand. Dus ja, Brazilië, Amerikaanse bondgenoot, arresteer die man. Nederland, doe je. Je kom je verplichtingen na. Rechtshulpverzoek. Weet je, je ziet de minister van Buitenlandse Zaken destijds. Hij zegt, nou, minowana man, no. Minowana, ja. Inom de was aan die zee. Is toch vriend, mensen? Weet je, dat Nederland dit toelaat. En ja, al die poppenkast die je ziet gebeuren. Ja, maar ja, Nederland heeft een mening over Brunswijk. Een mening over Bouter. Ja, maar er gebeurt niets. Isabé, maar oké. Dus dat is een tijdlijn. Dan ga ik u meenemen. Look nou. Kijk, waarom ik daaraan vasthoud, takkie. Nee, ik weet, wij weten dat Nederland geregeld mensen naar Suriname stuurt. Als informant of om, hoe heet het, informatie te vergaren voor hun. Maar je moet vergeten, if we man. Kijk, iedereen gelooft toch, ja jongen, graman, graba, maar jongen, ja, deporteer Anton de Kom, ja. Maar graman, Anton de Kom, ne? Toen man, twee werkarmen van de Nederlandse staat, Koninkrijk der Nederlanden. Isabel Boutersen, ja. Meneer Leonaris zegt het toch, heeft Boutersen, als Boutersen gepakt moest worden, had Nederland het al lang kunnen doen. Maar de man heeft doen. En de tegenstanders zeiden nee, steun de man. Nee, doen ze ook niet. Dus ze hebben er baat bij. En wij moeten dat goed gaan onderzoeken, onze geschiedenis. Ja, in een moment is maar, tjai, edekwe. Mie, etak, ja, je moet gewoon bekijken naar alle kanten van dit ding. En ervoor zorgen dat ja, je je niet laat bedonderen. Isabé. Oké. Ik heb gezegd, ik ga jou een voorbeeld aantonen, levensecht voorbeeld, laten beluisteren, dat Nederland dit ding geregeld doet. Anton de Kom, Boutersen, laat me jou meenemen, meneer Aboykoni, Joyere Samitegi, meneer Aboykoni, ja, ja, ook zo'n informant van Nederland, ja, maar oké. Pardon hoor. Meneer Aboykoni is een Surinamer. En ja, die man komt naar Nederland. En hij zegt van ja, moet je luisteren, ik wil asiel aanvragen. Want ja, mijn leven loopt gevaar in Suriname. En ja, ik was destijds veiligheidsman van Boutersen en ik ben overgestapt naar Brunswijk en ja, maar mijn leven loopt gevaar, ik wil hier blijven en ik wil asiel aanvragen. Oké, kan. Ja. Je weet toch, als je zegt veiligheidsman van die mensen en dat soort dingen, dan gooi je grote ogen, ja, bij de IND en ja, ze laten de militairen inleggen, de dienst hier zo, weten wat er speelt. Dus we gaan luisteren naar het verhaal van meneer Aboykoni. Ga maar luisteren wat meneer Aboykoni te vertellen heeft. Om wat voor getuige het nu precies gaat, maakt ook advocaat Moscovici verder niet duidelijk. Want ook hij laat het dossier voorlopig liever gesloten. Misschien valt er enige aanwijzing te halen uit de verhalen over Surinaamse asielzoekers die wij in een eerdere Argos-aflevering lieten horen. Die werd uitgezonden op 17 november 1995. Daarin vertelt de Venloze advocaat Schiens over zijn cliënt Henny Aboykoni.
In 1987 vluchtte hij via Frans-Guyana naar Nederland. Abrikoni was in Suriname lid van de veiligheidsdienst van Boutersen geweest en was daarna overgelopen naar het junglecommando van Brunswijk. Maar ook daar kreeg hij moeilijkheden. In Nederland vroeg hij asiel aan omdat hij in Suriname vreesde voor zijn leven. Zijn asielaanvragen sleepten zich jaren voort. En vlak voordat hij een definitieve beslissing in zijn asielprocedure zou vallen, kreeg hij in 1993 plotseling bezoek. Bezoek van functionarissen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD. Die BVD participeert namelijk in het COPA-team dat het drugskartel van Boutersen onderzoekt. Zo vertelde Aiborconi's raadsman Schiens in november 1995. Daar is hij doorgehoord, vermoedelijk eind 1993. In ieder geval voordat de laatste beschikking van de staatssecretaris van Justitie in herziening aan hem is uitgereikt geworden. Maar toen was hij al enkele jaren in Nederland. Precies, dat was eigenlijk op het einde van de administratieve asielprocedure. Maar op het einde daarvan heeft men nog gemeend hem uit te moeten horen als informant. Het was bekend dat hij asielzoeker was, dat hij zowel met Boutersen als met Brunswijk te maken had gehad. Maar desondanks heeft men, zoals gezegd, gemeend om hem ook nog uit te melken over Boutersen en ook in de toekomst nog als informant werkzaam te blijven voor dat COPA-team. Ja. Is de politie of de BVD, zijn die zelf naar hem toegekomen of is hij naar hen toegestaan? Nee, die zijn speciaal naar hem toegekomen, die zijn helemaal uit Den Haag. Zijn die hier naar Venlo gekomen, waar Aboukouni toen woonachtig was. En ze hebben een tweetal gesprekken met hem gevoerd hier op de Marseille-kazerne in Blerik. Zonder een advocaat erbij, alleen met hem? Precies, zonder een advocaat erbij, alleen maar met hem. En ze hebben hem naar de hand zelfs een telefoonnummer gegeven, dat hij dus nog kon draaien als hij verder dus als informant voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst werkzaam wilde zijn. En wat is daar besproken? Wat heeft hij daar verteld? Nou, wat er precies besproken is, dat weet ik niet. Maar Aboukouni heeft mij verteld dat hij daar informatie heeft verschaft over de decembermoorden en over hetgeen hij wist over de drugshandel van Boutersen. Vandaar ook dat Aboukouni is ondergedoken, want hij zei... Ja mensen, oké. Nou, je ziet toch, er wordt hem een voorstel gedaan. Wil je voor ons werken als informant? Ja. Waar informant? In Nederland? Nee. Terug in Suriname, want daar zit de informatie. Jij gaat die informatie voor ons vergaren en dan, je zit in Goja, je bent onze informant. Denk aan Anton de Kom, denk aan Boutersen, aan Boykoni ook toe. Dus Nederland doet het vaker, nou doe dom mensen. Doe niet dom, nou doe dom. Isabi, maar nu, Jereno, afkatidisch kon Sabi. Takia, je Binnenlandse Veiligheidsdienst praat met Boykoni. If Hussein Amanis Gassanano en deze advocaat weet het, hij kan loslippig zijn. Je weet toch, easy, hij is loslippig. Dus we moeten het serieus aanpakken. Overeenkomsten, gelijkenissen. De gouverneur deporteert meneer Anton de Kom naar Nederland. Weet jij wat er met meneer Aboukouni gedaan wordt? Hij wordt ook gedeporteerd, zogenaamd. Weet je, ga maar luisteren. We gaan luisteren. Of het klopt. Ik kan absoluut niet terug. Zeker ook niet, gezien het feit dat ik als informant gehoord ben door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is breed uitgemeten in de pers. Ik sta als informant op boek. En Boutersen die zal mij hoe dan ook uiteindelijk dood willen hebben. Aboukouni werd in oktober 1994 plotseling op zijn onderduikadres in Tilburg door de politie opgepakt. Om hem in het diepste geheim uit te zetten naar Suriname. Advocaat Schiens kan het zich nog goed herinneren. Toen hebben ze hem gearresteerd ergens in Tilburg. Vervolgens heeft hij een hele dag op een politiebureau ergens gezeten of in een politiebusje. En is hij diezelfde avond is hij overgebracht hier naar het politiebureau in Venlo. Omdat hij viel onder de vreemdelingendienst Venlo. Omdat hij hier in Venlo woonde. En op dat moment wist de vreemdelingendienst mij niet te vertellen naar welk huis van bewaring hij zou gaan. Op zich is dat een hele vreemde zaak, want de vreemdelingendienst weet normaal gesproken waar een vreemdeling naartoe gaat. Hij is toen daags daarna overgebracht naar een ander huis van bewaring.
En op donderdagsmorgens in alle vroegte is hij naar Schiphol vervoerd en heeft men hem uitgezet. En ik ben er pas donderdagmorgen achtergekomen dat men hem had overgebracht naar, ik meende, het huis van bewaring Veenhuizen. In de buurt van die Waarden ligt het ergens. En toen was er op dat moment nog maar een heel beperkte mogelijkheid om nog iets te ondernemen om zijn uitzetting te voorkomen. En de hele gang van zaken roept bij mij toch het idee op dat het een heimelijk voorbereide actie is geweest om maar te voorkomen dat of ik als advocaat van Abu Koni dan wel iemand van de media lucht zou gaan krijgen van de uitzetting van Abu Koni. En omdat ja, mensen, je ziet wat er speelt toch, Isabi? Ja, je moet het serieus aanpakken, want dan nou, als mij zie, autoriteiten in Suriname krijgen bericht van ja, deze man wordt uitgezet. Terwijl er een afspraak is gemaakt en gevraagd aan hem is van jongen, je noemt een play informant die uno jongen. Euro's. Weet je, dus ja, je gaat terug. Ja, mensen, hoe dan? Ja, dus ik zeg, kijk nou, er zijn vele feiten en ficties, inderdaad. Ja, ficties, daar heb ik geen tijd voor. Maar omdat ik bepaalde feiten weet en op de hoogte van ben, breng ik er en ik ga twijfelen. Weet je, ik ga in alles twijfelen. Isabi, zelfde ritueel, Likkie, Vadekaring, Anton de Kom. Je moet dat ding serieus laten blijken. Hè? Ja, nee, hij is gearresteerd, hij zit in de gevangenis. Ja, meneer Abu Koni ook. Ja, toch? Bouters, ja. Zij de Nederlander van Grabbing. Ja, hoe dan? Weet je, vooral mensen die wakker zijn en die de tijden van voor de onafhankelijkheid en na de onafhankelijkheid, vooral de eerste verkiezing van Suriname die in 80 zou worden gehouden, waarbij Nederland in paniek raakt en dan de coup staande is. En die Nederland, die Bouterse, is een laaghartig persoon. Want kijk nou mensen, waarom ik dat zeg. Loco, je moet je twijfels hebben over Bouterse. Kijk, in Suriname beweren wij dat meneer Erwin Kanai een topadvocaat is. De beste advocaat die Bouterse zich maar kan veroorloven. Het zal zo zijn. Maar dan zie ik een president van de Koninkrijk der Nederlanden naar Suriname gaat en die man zegt iets. Hij zegt een mooi iets, weet je. En ik zeg je, wat is dat mooi iets dan? Dan kom je weer bij Amatopo mensen, Isabi. En dan neem ik mensen als bijvoorbeeld die mevrouw Serena Esset en mevrouw Van Dijk Silos. Ik neem ze vreselijk kwalijk. Kijk, dat je dat beeld hebt van meneer Erwin Kanai, dat mag, is jouw recht. Ik zeg altijd van ja, volgens mij, aman is domoro, bisma botei, bakafutu, Isabi. Er komt een president daar en hij zegt van, moet je luisteren, kijk nou. Ja, wij hebben Nederlandse wetgeving. En ja, het is de wet die bepaalt dat wij dat dossier, waar dat welbekende en beroemde, beruchte dossier, ja, 60 jaar schuil moeten houden, achter tralies moeten zetten. En hij komt ermee weg, mensen, hij komt ermee weg. Want kijk nou, we hebben toch geweldige advocaten in Suriname. Kanai heb je, Esset heb je, Van Dijk Silos. En je hebt nog meer hoor, Karrig, noem maar op, Nadesan. Ja, en iedereen zit en iedereen kijkt ernaar en niemand zegt wat. Of Iga scoren wel, ja, Isabi recht, maar grensoverschrijdend weet je niks. Want kijk nou, ik kan jou één ding zeggen. Even Rutte, op hem over taxon zijn, ja zo. Zijn er zeker advocaten die hem gaan zeggen dat oké, maar hoe zit het? In jouw grondwet staat geschreven, de regering bevordert de internationale rechtsorde. Staat ook bij Suriname. Alle landen hebben dat zo'n beetje in hun grondwet opgenomen. We bevorderen internationale rechtsorde. Ja, maar wat heeft dat daarmee te maken? Het heeft er alles mee te maken. Als je de internationale rechtsorde bevordert, dan betekent het iets. Dat je hier en oké, als je aankomt zetten met de archiefwet, wij zeggen dat, ja, maar ja, is geen internationale rechtsorde.
is nationale wetgeving. Ja. Dat is gewoon in je eigen orde. Is nationale wetgeving. Archiefwet. En als je zegt, je bevordert de internationale rechtsorde, dan zeg je, oké, hoe mooi, zo prachtig. Ja. Suriname is lid van de VN. Nederland is ook lid van de VN. Nou, er zijn twee mensenrechtenverdragen. Ja. De United Nations Convention on Political and Civil Rights. En die andere Social and Cultural Rights. Oké, die laten we. Maar die Political and Civil Rights. En daar zie je verstek gaan. Als Erwin Kanhai een slimme man is. En mensen houden te goede na de sanity. Aan alle nabestaanden. A la granny. Lispiki. Ik ga hem niet zeggen wat hij moet doen na de sanity. Maar kijk nou. Feiten zijn feiten. Wanneer Erwin Kanhai komt en zegt tegen de hofpresident, meneer de hofpresident, mijn cliënt krijgt geen eerlijk proces, hoor. Conform ex, ik meen artikel 4, hou het goede, United Nations Convention on Political and Civil, of Civil and Political, meneer Zawierma, of dit ook, BIPO-verdrag, kom ik in makkelijk, BIPO-verdrag, daar staat, ik heb recht op een eerlijk proces. Ja. En kijk nou. Ik wil een getuige oproepen. Die naar mijn zeggen bewijs achterhoudt. Onder het mom dat hij een nationale wetgeving heeft. De archiefwet. En de archiefwet verbiedt hem om dat te zeggen. Maar hij heeft wel een grote waffel. En een grote kwebbel om te zeggen. Ja, maar ja. De Nederlandse staat. Het koninkrijk der Nederlander bevorderen de internationale rechtsorde. Daarvan dan. En wij hebben toch geleerd. Studenten worden hiermee doodgeslagen. Costa 1L. Van Gent en Loos. Ja, voorrangsregels. Internationaal recht gaat voor nationaal recht. Dus de BIPO-verdrag moet toch voorgaan voor jouw archiefwet. Ik weet het niet. Je zou ook zo kunnen redeneren. En ja, als een verdrag voorgaat, dan moet de archiefwet het onderspit delven. En die archief moet tevoorschijn komen. En dan weten we het toch wat er in 1980 is gebeurd. Of er inderdaad klopt dat verhaal wat ik gezegd heb. Weet je, dat Nederland in paniek raakt. De VAP moet niet aan de macht komen met vooral Latschman aan de macht. Hé, hey, onze onafhankelijkheid. Die twee mensen, die Aaron en die Bruma, die konden wel nog een beetje bedonderen en belazeren. Maisa Akulidisi, dit is andere koek, dus dat mag niet gebeuren. Hey, Bouterse, opkomen. Ja, pleeg je koek. 2 maanden voor de verkiezing, ja. Mooi zo, Suriname, ja. Dat is niet aan ons besteed. Laat maar verrekken, die Surinamers. Ja toch? Nee. Suriname kan zich niet meer verhalen op dat tijdsbestek van die overgangsperiode van 5 jaar. Je kan dat niet doen. Ja. Ja. Dan hebben we een probleem, ja. Laten we onze geschiedenis goed gaan bestuderen. En laten we niet vooringenomen zijn. Isabi, ik vind dat reactie geweldig. Goed, ja. Maar ik zeg je, ja, moet je luisteren, je moet dat ding goed kijken. Bekijken, Alessandra, want ja, wij zijn hardnekkig gaan geloven in zaken die zijn voorgespiegeld aan ons. Terwijl de waarheid weer barstiger is. De waarheid is weer barstiger. Is dat toch, mensen? Dus je moet daar vreselijk voorzichtig mee zijn. Je moet je niet op een dwaalspoor laten zetten. Ja. Ja, Samim Tegiere. Kijk, als je luistert naar dat ding van Leonaris, dan weet je dat er, hoe heet dat ding? Even kijken hoor, mensen, waar ik ben. Hier zo. Ai. De Nederland zit weer met een probleem nu, hoor. Isabi. En nu is dat rol in handen van, hoe heet het, Santokki. Gaat Santokki datzelfde kunnen uithalen, net als wat die Latschman heeft kunnen doen, om angst in te boezemen
bij de Nederlandse staat. Er zijn een hoop tekenen die daarop wijzen, hè, mensen. Maar je moet niet daar makkelijk over denken. Omdat Suriname financieel aan de grond ligt. En ja, Nederland gaat zijn huid duur verkopen, mensen. Isabel. Maar net wat ik je verteld heb. De angst van Nederland, altijd voor de VHP, wanneer ze aan de macht zijn. Weet je. Dat ja... het spreekt gewoon boek delen. Even hoor, mensen. Oké. Wat bedoel ik daarmee? Kijk. Als Santoki nu... De VHP is weer aan het bewind, hè. Voor het eerst na lange tijd dat zij weer alleen, hè. En daarom de angst van Nederland ook, dat je zo'n man bij komt. Tijga bevolking, dat GIM 28. Is niet zomaar, mensen. Je neemt begrijp, Sansobong. Je moet niet kijken naar die nonsens eromheen. Wanneer ze 28 hadden, dan weet je, ik hoef geen rekening te houden met mensen als Brunswijk. Je sabi toch, mensen. Het is gewoon een blok aan je been. De schande die dat met je oplevert, omdat je verplicht ben om daarmee te gaan samenwerken. Dat niveau van Brunswijk is net als Amatopo. Het heeft geen toegevoegde waarde. En die mensen die met zo'n Boslandakte gestudeerd hebben, mensen als meneer Marinus Bena, je zit ermee van, ja, zij zitten met dat systeem, dat patronagesysteem. En je sabi toch, we gebruiken gewoon een mooi woord, patronagesysteem, is lagimentaliteit. If one gramante, one san, je jompo, isabi. Je neemt actie, je neemt onderzoek, je neemt doen, noti. Nee, je jompo gewoon, isabi dat je doet. Weet je. Kritisch zijn is niet aan jou besteed. Weet je. Dus je hebt daar niks aan. Ja. Maar, wat ik wil duidelijk maken, van moet je luisteren, kijk nou. Er is iets gebeurd in de wereld. Maar ik zit met het probleem van je goed, leg ons er nou maar uit. Wat er in de wereld is gebeurd, dat deze mensen van de VHP daar misbruik van kunnen maken. Om Nederland onder druk te zetten. Nederland weet dat. Want niet eigenlijk, het wordt geleerd op universiteiten hier. In Suriname moeten ze daar achterkomen. En waar heb ik het over, mensen? Ja, kijk nou. Er is een vers van de pers. Vers Waramboru, isabi toch? Net als Boppenbakkerij, isabi. Dat zaak, dat is voorgelegd aan de International Court of Justice van de VN. Welke zaak? Ja. Chagos Archipelago versus United Kingdom. Onthoud het, mensen. Er zijn geweldige advocaten in Suriname. Laat ze reageren. En het publiek daar niet naar mij toe. Je zou hier nog een bel mee tijdens mijn programma. Want ik hou daar niet van, hoor. Want daarom nu, ik heb mijn hele programma andere wending moeten geven om te reageren. En je weet toch, je wil dat ding goed verduidelijken. Dat nooit meer om ik de info die zie. Oké. Okay. Chagos Archipelago versus, hoe je dat ding? United Kingdom. Dat maakt Nederland bang. En daarom zeg ik, kijk nou. Amatopo, scholing. Anton de Kom Universiteit. Yuki Sasanati. Yusabi. Weet jij wat daar besproken is? The decolonization was not completed. Goed luisteren wat ik je zeg. Wat de uitkomst was. The decolonization was not completed. Dus ik ga terug. Je moet terug naar die template. Je moet terug naar de tekentafel. En dan... Je moet... Dus de decolonization, de onafhankelijkheid... Ja? Was not completed. Is niet op een juiste, correcte manier uitgevoerd. Ja? En hoe dan? Kijk. Kijk naar de overeenkomsten. Kijk naar de gelijkenissen. Chagos was...
een eiland dat behoorde bij Mauritius. Mauritius die vindt dat hij onafhankelijk moet worden. Maar ja, oké, okay, mag. De Engelsen zeggen, goed zo, Chagos, archipelago, die eiland Chagos, ze noemen het archipelago, ja, archipel, Isabel. Die ga ik jou niet geven. Als je wil, onder die voorwaarden, zet je een kruisje hieronder, teken, dan krijg je onafhankelijkheid, met uitzondering van het eiland. Ja, maar er wonen mensen daar van mij. Ja, ja, sorry, die moeten maar weg. Dus de onafhankelijkheid leidt ertoe dat de mensen die op Chagos wonen, moeten verkassen. Velen gaan naar Engeland, velen gaan naar de Seychelles, daar zo vlak in de buurt, en ook naar Mauritius, ja. Maar ze zijn dan verspreid. Kijk naar de overeenkomsten, kijk naar de gelijkenissen. Dit is het gevolg van onafhankelijkheid. En de bereidwilligheid van bepaalde politici van Mauritius om het te accepteren. Ja, nou, gelijkenissen, overeenkomsten, Suriname. Bepaalde politici van Suriname zijn bereidwillig om onder dwang van de voormalige kolonialisator Nederland onafhankelijkheid. En wat krijg je mensen? Net als die mensen van Chagos archipelago, die weg moeten. Surinaamse mensen voelen zich verplicht om ook weg te gaan. Uit Suriname. Je krijgt een hele exodus van Surinamers die Suriname verlaten. Want ja, zij hebben die kans niet gehad om te zeggen van ja, maar ik wil onafhankelijkheid. Er is nooit een referendum. Volksraadpleging geweest om te vragen van ja, maar mensen, wil jij een onafhankelijkheid hebben? Nee, nooit. Pats boom op een dag. Aaron Wikiatak, ja, voor 75 november. 75 november. Voor 25 november 1975, onafhankelijkheid, ja. Maar bij de verkiezingen stond dat nergens in jouw partijprogramma dat je dat gaat doen. Ja. Dus geen volksraadpleging. Mensen hebben hunzelf economisch moeten vernietigen om in Nederland te beginnen. En het allermooiste is van, kijk, deze mensen zijn verspreid, ook in Engeland, Seychelles en dat soort dingen. Zij worden daar gediscrimineerd. Nou, vele Surinamers worden ook hier gediscrimineerd, in mijn tijd, ja. Maar je komt uit Suriname, hè, weet je. Ja, dat deden ze ook met die mensen van die Chagos eiland, weet je. Dus het is een heel mooi iets, maar kolonialisators, landen die kolonies hadden, die raken in paniek, want kijk net als Suriname. Suriname, gelijkenissen, als dat is moeilijk, vallen we ze maar uit. Daarom tenminste de man die zit daar in Parijs. Ja. De generatie Surinamers die hier woonachtig zijn, want wij kunnen zeggen, reparations, abong, dit is mijn reparatie. Wij hebben onszelf moeten vernietigen, omdat jij onafhankelijkheid hebt opgelegd in Suriname, zonder ons te vragen. En dat zijn antwoorden die de International Court of Justice heeft meegewogen in zijn oordeel om te komen tot de conclusie dat de decolonization not completed was. Ik had geen zeggenschap erin om een keuze te maken. Reparations, wij hebben alles, onze haven goed moeten verkopen en naar Nederland moeten komen. Onze hele toekomst die we daar hebben, zijn we kwijtgeraakt. Ja, reparations toch. Weet je mensen, en weet je wat sterk is? Wij leven nog. Wij leven nog. Slavernij, 3 generaties geleden gebeurd. Alleen man, zijn bij dit slaven, ja. Jammer, maar die zijn overleden. Dus je moet hier goed gaan opletten wat er speelt. Isabel, als jij mij belt en vraagt van ja, kan je er iets over zeggen? Ja, kijk nou. Ik heb mijn twijfels over Anton de Kom. Ik heb vooral ook grote twijfels met Boutersen. Grote twijfels over Boutersen. Maar ik heb jou een levend voorbeeld laten beluisteren, Aboy Koning. En ik weet
No tegi me niks. De reacties gaan komen. Ik ga ervoor zorgen dat ik mijn telefoon uitdoe. Maar je moet zo zien. De motij, ja, maar ja. Je hebt meneer Aboy Koni zijn leven in gevaar gebracht. Ja, maar ja, meneer. Niet ik. Ik heb de Surinaamse bevolking laten beluisteren. Het is voor iedereen toegankelijk. Niet alleen voor mij. Waarom zou ik zijn leven in het spel gezet hebben? Omdat ik heb duidelijk gemaakt van ja, maar kijk nou. De BVD, die heeft die man openlijk gevraagd. Hé, wil je niet als informant voor me optreden in Suriname? Maar we gaan het serieus doen. Ja, want ja, je kost hem aan likbouter. Ja, laat het maar oprotten, man. Meneer Aboy Koni, jongen, die bakkeras gaat zakken. Jongen, die man, die is dat, die daar. En dat is maar tegen dat, is dat man dat. Nu tak niks over bakkeren, maar hier en niks. En in de tussentijd, een man een informant. Snap je, mensen? Dus hou daar rekening mee. Laat je niet bedonderen, Isabi. Ik ben begonnen, mensen, met Amatopo. Mooi, man, Isabi. Ik heb je laten zien. 14 jaar, vrubel. Mensen, is heel triest. Want ja, 10 jaar lager school dan man, 24 jaar. If I'm going to Sikisiari, ja, is die man 30 jaar. Dan pas is hij middelbaar, heeft hij middelbaar onderwijs genoten. 30 jaar. If I'm going Pinapina naar universiteit, ja. In Amsterdam go studeer hartchirurgie of neurologie, want ja, gaat hij meer dan 10, 15 jaar moeten studeren. Ja, nou, maar door een pensioengerechtigde leeftijd. Nooit dan man, oefen in beroep op. Uit, Isabi. Maar oké, dat zijn dingen die gebeuren. Ik heb u gezegd over dat ding van Credit Suisse. Ja, meneer Jagisser komt en die zegt, ja, meneer Spijro, namo niet. Ik zeg, ja, maar uit twee fragmenten kan ik uithalen van moet je luisteren. Ja, maar dat is aan de man die zegt, kon doen dat even in namo niet. Ja. Dan laat ik jou beluisteren wat Boutersen zegt van ja. Je noemt denk je dat we serveren. Want misap zei ze aan zijn naam. Isabi, de mij kies concessief mee. De mij te gaan concessiseren. Die buitenlander. En de buitenlanders dat die een paai de maamoni. En dat ding is bijna honderden miljoenen waard. De mij te gaan money. De man put in tapusani. Zwitserse banken. En die de bank komt nou nu. Nou, man, ja, maar ja, fafa moet niet voor je dan. Isabi, want ik sta op het punt om op te vallen. Ik heb je verteld, dat bank heeft een bedenkelijk karakter. Maar ja, we moeten deze bank hebben, want ja, dictators en criminelen en al dat soort mensen, die hebben deze bank nodig om hun geld te bewaren. Weet je, mensen, ja. En de wit man is koning, de man dacht, ja, maar ja. Isab zou het doen, want ja, de man is money. De man is no manga kurtu, want ja, is zwart geld. Is drugsgeld, is ja, bloedgeld, is van alles. Alles is er mis mee. Dat gaat goed doen. We komen ook nog een keer druk, weet je. Dat die. Heel moeilijk, mensen. Isabi, ik kreeg in die tussentijd dan, dat ding. Om te zeggen, ik had een programma gemaakt van. Ja, dat ding van Anton de Kom. En ik heb jou. Proberen uit te leggen van dit. Er gebeuren vreemde dingen in Suriname waarbij je vreselijk moet oppassen. Dat ding van de douane. De mijn regering, man. Ik kan het niet plaatsen. Iemand die onderdeel was van de NRA. Ik zou zeggen, je moet je eer toch hoog houden. Je kan toch niet. Je hebt onderzoek gedaan. En je hebt gezien dat die douane corrupt is. En dan ga je aan tafel zitten met die corrupte douane. Ja, wat voor advocaat ben je dan? Isabi, mensen, is heel moeilijk hoor. Ik heb jou verteld over dat ding van 1980. Paniek alom. Nu zie je het weer gebeuren met Nederland. Dat, hoe heet het, Nederland zo'n beetje in paniek raakt ook. Destijds hadden ze een uitspraak gedaan, weet je, met betrekking tot Suriname, wanneer ze dat zouden kunnen overwegen om Suriname te helpen, ja, ik zou zeggen, laat me je nog een stukje laten beluisteren, wanneer Nederland Suriname zou kunnen helpen, en dat is meneer Bolkestein, hè?
Hij gaat jou iets vertellen. De hele lijn van Boutersen is dat zijn opkomst Suriname de situatie in het land niet beter heeft gemaakt. En in plaats van de regering weg had natuurlijk ook de figuur Boutersen eens kunnen verdwijnen. Het militaire en de politiek die brengen alleen maar ellende, waar ook ter wereld. Er is nergens ooit dat je aanwijsbaar kan aantonen dat militaire en de politiek iets goeds hebben gebracht. Maar hoe zou meneer Bolkestein Boutersen kunnen verdwijnen? Nou, dat kan Nederland natuurlijk niet doen. Ik ben het volstrekt eens dat militair en de politiek alleen maar een ramp veroorzaken. En ik vind het ook een buitengewoon slechte ontwikkeling. Kijk, Suriname is een blijven onafhankelijk, heeft de soevereiniteit. En dat is nu eenmaal zo. Dus wij kunnen alleen maar op verzoek handelen. Maar stel nou dat meneer Shankar, die nu net is afgezet, ja, dat hij morgen premier Lubbers belt en zegt, luister Ruud, hoewel ik ben niet zeker of je titueert, ik ben door het leger afgezet, kom mij helpen. Wat moet Nederland dan doen? Nou, oké, zet je schrap. Wat gaat Nederland doen, mensen? Ik vind niet dat we troepen kunnen sturen of iets dergelijks. Dan zou het toch in eerste instantie moeten gaan via de Verenigde Naties of iets dergelijks. Oké, Verenigde Naties. Focus. Hebben we niet de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Suriname gehad? Hebben we niet gezien dat deze president destijds met de minister... De vicepresident van Amerika tijdens de VN-top aan het praten is geslagen. Dus ja, er gebeurt iets met Verenigde Naties al, hè, met Suriname. We gaan luisteren verder, hè. En die hebben wel iets anders aan hun hoofd. Die hebben allerlei problemen aan hun hoofd. En Suriname zal niet het grootste probleem zijn. Dus wij kunnen zelf natuurlijk niet zonder meer ingrijpen. Dat zou ook heel verkeerd zijn. Maar je moet je wel afvragen. Oké, vraag je dit af, ja? We gaan luisteren wat je je moet afvragen. Goed luisteren. Of de weg die we tot nog toe hebben gevolgd de juiste weg is en of het niet tijd wordt voor een andere benadering. Zoals? Oké, wat is die andere benadering? Wat is het? Laat ons horen. Nou, je zou je kunnen indenken dat wanneer er na verkiezingen, die dan fatsoenlijke verkiezingen moeten zijn, wanneer er een legitieme regering komt in Suriname. Volgens mij is Santokki op een legitieme manier binnengekomen, toch mensen? Fatsoenlijke verkiezingen zijn gehouden. Isabi, ja, we gaan luisteren. Die een verzoek richt tot de Nederlandse regering om duurzame bijstand bij bestuur en bij rechtspraak. Volgens mij heeft Nederland, Santokki dat ook gedaan, toch mensen? Weet je? Nee, Santokki kan Nederland, ja. Ik zie dat aan al deze eisen voldaan, hoor. We gaan luisteren verder. Of wij daar niet op in zouden moeten gaan. Maar nogmaals, is het niet heel erg onwaarschijnlijk dat deze leger... Of wij daar niet op in moeten gaan. Ja. Ja, mensen. Nou, ga er maar op in. Weet je. En je moet je geen illusies maken, mensen. Want ik zeg je, probeer eens goed naar die berichten te kijken. Dan zie je rariteiten in Suriname, hè. Je ziet vreselijk veel rariteiten in Suriname. Met betrekking... Wat vind je een beetje raar in Suriname? Ik ga hiermee eindigen, hoor, want het is al over 6. Ja. Ik vind dit een heel raar bericht. We gaan luisteren wat er hier gezegd wordt. Meneer, ik ben geen voorstander van Afghanen, hoor. Duidelijk maar. Ja, de president zegt we moeten ook kijken naar die internationale... standaarden. En als een land vraagt, dan moet je kijken. Maar waarom bent u tegen? Dan allemaal dan de Taliban. Mijn vrede toch? Mensen, we laven. Isabi, wat moeten deze mensen in Suriname? Zijn dit de voortekenen van iets dat op poten is, dat wordt gezet in Suriname? Je moet niet vergeten, ja, de uitspraak van Boutersen gaat genomen moeten worden. En iemand moet hem gearresteren. Josin Tigri Barbago Belfort, schij uit naar mensen. De politie is corrupt, de douane is corrupt, ja. Wie is die corrupt in Suriname? Isabi, Jere. Nou, maar kies maar tjeje, denk ik, lukus aan fin fini.
Snap je? Ik weet het niet. Weet je? Ik ga ermee stoppen, mensen. Ik ga jullie bedanken voor jullie... aandacht. En sorry, nogmaals, voor die WhatsApp. Maar maak je niet druk. We gaan het goed maken, want ja... we krijgen een heel mooi nieuw systeem. En dan kunnen we met elkaar gaan bakkeleien, mensen. Isabi? Ga afzwaaien nog steeds. 9 oktober 2022. Mijn naam is Sing, mensen. En ik zwaai af en ik zie jullie aanstaande zondag weer terug. En dan hoop ik op hele goede berichten om aan jullie te mogen geven. Ik zwaai af. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.